Beginnende keelpijn moet je snel aanpakken. Neem direct Tragitol met tweevoudige werking. Het vermindert snel de pijn en remt de bacteriën en virussen die keelpijn veroorzaken. Tragitol, al meer dan 50 jaar specialist bij beginnende keelpijn. In het oranje-paarse doosje. Heb jij altijd al eens schaatspassen willen doen in de gymzaal? Kijken of jij sneller aan de overkant bent dan je klasgenoten? Ga dan naar schaatsen.nl/ijstijd en kijk voor de allerleukste oefeningen. Welkom dames en heren, jongens en meisjes, Shorttech fans vanuit Nederland. Welkom vanuit Tialf Heerenveen voor niet de eerste editie van het NK afstanden. Het is de tweede, daar gaan we die uitgebreid over bijpraten. Maar we gaan wel kijken naar het Nationale Afstandskampioenschap. Mijn naam is Jan van der Meulen en samen met analist Maarten Visser, voormalig top shorttrekker, voormalig toptrainer bij Trias in Leeuwarden, zat in de nationale selectie, reed ook World Cups voor Nederland en is vandaag onze analist aan boord hier bij de livestream van het NK afstanden shorttrek. Maarten, welkom. Goedemorgen Jan. Hallo. Fijn dat je er bent, Maarten. Wij gaan de races duiden voor de mensen thuis. Speciaal welkom natuurlijk ook even aan alle familieleden die meekijken van de deelnemers. Normaal gesproken hadden jullie natuurlijk in het stadion gezeten. Maar ja, door de corona-omstandigheden, dat hoeven we natuurlijk allemaal niet uit te leggen, is dat niet mogelijk. Mooi om op deze manier toch met elkaar verbonden te zijn. En voor jullie natuurlijk duimen we voor jullie zonen, dochters, neven, nichten, vrienden in hun strijd vandaag om de medailles. Want, en dat is toch wel even interessant, in november 2011 hadden we even een schijnbeweging met het Nationale Afstandskampioenschap. Twee afstanden toen, 500 en 1000 meter. In november 2011. We zijn nu bijna 10 jaar verder, Maarten. En we gaan eigenlijk op de manier rijden zoals ze ook op de Olympische Spelen rijden. Ja, het is een NK afstanden. Dat betekent dat er per afstand gereced gaat worden. En vandaag gaan we zien wie dan de medailles gaat halen. Of de titels gaat halen, moet ik zeggen. Als we even door het programma heen lopen, dan gaan we met de 1000 meter starten, de halve finales. Vervolgens gaan we die 1000 meter ook afronden met de finales. Tweede afstand van de dag is de 500 meter en we sluiten de dag af met de 1500 meter. Wat denk je ervan, Maarten? Nou, ik denk dat het beste we beginnen zo met de halve finale 1000 meter. En ik denk dat dat best wel meteen een hele spannende race gaat worden. Dus de vlam zal meteen in de pan slaan, denk ik. En dat is natuurlijk hartstikke mooi op deze zondagmiddag. Ja, en natuurlijk ook opnieuw weer een groot compliment aan alle mensen achter de schermen die dit mogelijk maken. Als je net inschakelt, welkom. We zijn ook net begonnen met de livestream namens de KNSB. Namens de partners van Schaatsen Nederland, Daikin, Link & Co. Namens de Shorttrack Club Tialf, Tialf IJsstadion en TIG Sports. Welkom, fijn dat je meekijkt naar de NK afstanden. De tweede editie als we in de historie kijken, maar laten we maar even uitgaan dat we vandaag de nieuwe Nederlandse kampioenen na 10 jaar per afstand gaan huldigen. Natuurlijk ook even kijken, terwijl we de officials en een van de track stewards in beeld hebben. Maarten, jij als voormalig trainer van Trias Leeuwarden, prachtige club ook, net als hier Shorttrack Tialf. Jullie zijn tot veel in staat in Leeuwarden. Hebben we al gezien met de organisatie van een aantal nationale kampioenschappen. Hoe belangrijk is de rol van die track stewards? Ja, dat zijn hele belangrijke functies. Alle blokjes liggen los in de baan. En het kan natuurlijk voorkomen dat ze eruit getrapt worden. Nou ja, en, het is heel belangrijk voor rijders dat ze de juiste lijnen volgen. En daarom is het heel belangrijk dat die track stewards op tijd zo snel mogelijk die blokken weer terugleggen. Zodat de rijders in de baan er geen last van hebben. Je moet snel zijn, efficiënt zijn. Er staan meerdere stippen op het ijs. Ja, en dan moet je scherp zijn. Absoluut, je moet een stevig stukje kunnen shorttrekken om dit te kunnen doen. Halve finales, je hoort op de achtergrond de stem van stadionspeaker Piet Broekhuizen. Bekende naam natuurlijk in shorttrack in Nederland. Hij stelt inmiddels de rijders voor. We gaan die eerste halve finale kijken, Maarten. Dat wordt er al één om op het puntje van je stoel te gaan zitten thuis. Om met je neus tegen je laptopscherm aan te gaan zitten. Want wie gaan we in actie zien? Ja, op startpositie 1 staat Marijn Wiersma. Zij is begonnen in Alkmaar bij STA. Daarnaast Anne-Floor Otten. Dat is de dochter van Rianne de Vries op 3.
Xandra Velzenboer uit de bekende shorttrack familie op 4. En Zelma Poutsma staat maar buiten op positie 5. We gaan strijden zometeen voor een plek in de finale. De eerste twee in de uitslag gaan door. En één tijdsnelste. Dat betekent straks 5 rijders maximaal in de finale van de 1000 meter. We zijn vertrokken en Marijn Wiersma, Anne-Floor Otter en Xandra Velzenboer, de wereldkampioenen junioren op de 500 meter, gisteren gehuldigd als talenten van het jaar dankzij hun wereldtitel in de relay. Daar hoorde ook Georgie Dalrymple bij. Die wereldtitel in de relay bij de junioren in een nieuw wereldrecord. Daarvoor gisteren dus gehuldigd en mooie prijzen ontvangen die ze met z'n vieren gaan delen. En ja, in deze interessante finale, je zei halve finale, je zei het al eerder Maarten, we krijgen mooie wedstrijden. Want we zien de gevestigde orde en we zien ook vooral, en dat zagen we vorige week ook bij de Invitation Cup, we zien de jonge honden die kloppen aan de deur. Ja, ja, dat zijn de talentteams vanuit de KNSB ook. Daar rijden hele potentiële toekomstige shorttrekkers in, meisjes, jongens. Ja, en die willen natuurlijk op dit niveau de strijd aangaan met de top, met de gevestigde orde. Je ziet dat Xandra Velzenboer nu de kop overneemt. Het tempo gaat wat omhoog, want ze willen natuurlijk die zekerheid dat ze voorin dat veld te blijven rijden. Inmiddels komt Selma Poutsma binnen doorzetten. En je ziet dat er een kleine afscheiding is tussen nummers 1 en 2 en 4 en 5. Wel voor de laatste ronde. En op zich gaat dit vrij makkelijk naar de finish met z'n drieën. Dan gaat het wel om die derde tijd nog even. Ja. Daar zijn ze. Officieus, Selma Poutsma, helm nummer 4. De NTS leden in dezelfde pakken rijden. Zien we ook weer de overgooiers. Dat betekent dat Rianne de Vries, die we net derde zagen worden, officieus in het wit rijdt. Met helm nummer 2. We zagen Xandra Velzenboer de race winnen, helm nummer 6, in het oranje. En daartussenin zagen we Selma Poutsma zelfs winnen. We zien het hier even ook. 1.29.7. Velzenboer is de nummer 2 in onze uitslag en Rianne de Vries is onze nummer 3. Dan is het toch even interessant om die 1.29.9 even te noteren, Maarten. Ja. Want dat zou nog wel eens van invloed kunnen zijn straks op die startplek voor de finale. Precies, finales, daar gaat het om. En daar worden inderdaad de titels verdeeld. Ik ben even benieuwd wat uit de volgende rit gaat komen. Suzanne zal natuurlijk alles aan doen om als eerste over die finish te komen. Maar goed, Joya Lancé, Jaren van de Kerkhof, Michelle Velzenboer en Lieder van Oorschot gaan ook mee rijden. Ja, dat zou een finale kunnen zijn, Maarten. Zeker, je ziet dat het niveau bij de dames toch wel best hoog ligt. Veel potentieel. Het fluitsignaal heeft geklonken. Suzanne Schulting zometeen in het geel in beeld nu met helm nummer 3. Start vanaf de pole position, plek nummer 1. Joya Lancé, jouw collega van vorige week, Maarten. Debuut gemaakt, fantastisch debuut gemaakt als co-commentator. Hoi. Door de knieblessure en vandaag gelukkig aan de start. Ze rijdt met helm nummer 10. En in het pak van KNSB Talent Team Noord Shorttrack, oftewel Team Wadro. Gelukkig staat ze weer op het ijs. En op de derde startpositie, helm nummer 1 voor Yara van Kerkhof. Helm nummer 9 is voor Michelle Velzenboer. En helm nummer 11 is voor Diede van Oorschot. Net als Jorien Ter Mors en Suzanne Schulting. Zijn een van die multitalenten die zowel op de lange baan als het shorttrack uit de voeten kan. Nederlands kampioenen zelfs, lange baas gaat ze ook. En natuurlijk goud op de European Youth Games, vorige week ook een aantal keer verteld, ja. Op de lange baan. Ja, er was een valse start, inmiddels voor de tweede keer goed gestart. Heel belangrijk dat bij de tweede start niemand nog een keer vals maakt, want dan lig je eruit. Ja. Ik weet niet of wij heel even eruit zijn geweest, Maarten. Maar we hadden net even het voorstellen van de rijders gedaan. Met de helmnummers en kleuren van het pak. Als jullie dat goed gehoord hebben. We hebben ook even verteld over de Diede van Oorschot. Zowel lange baan als shorttrack talent. Ook verteld over Joya Lancé. Nu aan de leiding, helmnummer 10. Vorige week co-commentator door knieblessure na een val op de 1500 meter in de Invitation Cup. Dat deed ze fantastisch. Maar we zijn natuurlijk vooral blij voor Joya dat ze weer op het ijs kan staan. Ja. Aan de leiding ook. Ja, ze probeert nu
veiligheid creëren. Je moet voor in het peloton zitten. Zorgen dat je voorin zit. Dat is eigenlijk de regel. Als je achterin schaadt, moet je altijd een actie maken. Moet je weer naar voren gaan. En Joya probeert aan de voorkant controle te houden. Nou, Suzanne maakt daar dankbaar gebruik van. En Yara komt nu wat in de moeilijkheden omdat Michelle binnen doorschuift. Joya gaat het tempo omhoog gooien, want die ruikt de finish. Nou, Suzanne gaat zo binnen doorschuiven. Yara schuift nu een plekje van 2 naar 1 naar 2. Gaat een beetje moeizaam. Inmiddels is Suzanne weg. En die gaat naar de finish. Officieus. Suzanne Schulting als winnares. Konden we een beetje verwachten. Vorige week met overmacht in die 1500 meter en de 1000 meter. Ongenaakbare versnelling, niet te houden. De 500 ging het natuurlijk mis vorige week. Ging het mis. Het hoort ook bij de sport natuurlijk. Met een beetje drieste verdedigingsactie van Schulting lag ze in de kussens met Selma Poutsma. Die eigenlijk niks fout deed. Maar nu zagen we toch weer die enorme versnelling, Maarten. Wat is het toch indrukwekkend. Waar we ook even naar gaan kijken is natuurlijk de uitslag. Schulting in beeld, winnares met Michelle Velzenboer. Knap. Groot geworden bij Short Track Brabant. En die derde plaats van Yara van Kerkhof met 1.35, dat is niet voldoende. Nee, dat betekent dat die niet doorgaat. En ik denk dat ze zich een klein beetje verkeken heeft daarop. Dus het betekent dat... Ik weet niet of de scheidsrechters aan het overleggen zijn. Nee, dat gaat allemaal goed. Dat Suzanne doorgaat met Joya. Hebben de dames gehad? Gaan de mannen zich klaarmaken? Je ziet ondertussen dat de baan verlegd is. Ja, dus de blokjes worden weer een stip verder gelegd. Nieuwe, verse baan voor de mannen. Er wordt een laagje water overheen gelegd, zodat de rijders wat meer grip hebben in de bochten. En we gaan nu starten. Ja, we gaan starten met de mannen. Ook een halve finale. Ook daar weer de nummers 1 en 2 rechtstreeks door naar de finale. En ook de tijdsnelste nummer 3 gaat mee naar de finale. De eerste positie staat Shinky Knecht, helm nummer 18. Herstel met het rode shirt. Naast hem met helm nummer 27, Koen Slootweg. Dat is een van die jonge honden, nieuw in de NTS. Ja, en dan de revelatie van vorige week. Jens van het Woud, startpositie nummer 3, helm nummer 29. Is een van de mannen, of een van de jonge honden vanuit Team Wadro, KNSB Talent Team Noord Short Track. Itzak de Laat, vorige week winnaar van de Invitation Cup, het individuele toernooi. En daarmee winnaar van het Europese ticket. En Melle van het Woud, de gebroeders dus samen in deze halve finale. Helm nummer 24, de oudste van de twee gebroeders van het Woud. De halve Canadese, ijshockeyervaring, handig, bravoure en vooral fantastische shorttrackers. Ja. Je ziet dat Itzak nu de initiatief neemt, die wil controle hebben, gaat op kop rijden, handjes nog mooi op de rug, tempo iets opvoeren. Schenke zit heel ontspannen daarachter, plaats nummer 2. En nu is het toch aan de mannen van het Woud en Koen Slootweg om zometeen wat te gaan proberen. Kleine missen van Koen achter in het peloton. Ja, dat betekent dat je meteen een gat hebt. Itzak hoort de gas hem lopen. Natuurlijk even de boegbeelden van jouw club, Maarten. Zeker. Leeuwarden. Ja, we hebben hem groot gebracht om zo maar te zeggen. En ja, hij doet het hartstikke mooi. Moet nog wel even nog een stapje maken om echt met die wereldtop mee te doen. Maar hij is er bijna. We zijn inmiddels in de laatste ronde. Daar komt Van het Woud. Probeert Schenky binnendoor. Ja. Dan moeten we even kijken wat de uitslag daarvan is. Maar goed gedaan. Op die laatste meters voor de finish is er altijd ruimte om nog een actie te maken. We moeten even kijken wat dat gaat doen. We gaan het zien. We hebben weer een zeer deskundig juryteam. En onder leiding van Jan Biesma. Internationaal scheidsrechter ook. Hij wordt geassisteerd door Rob Post. En door Wil Jesterhout op het ijs. De videoscheidsrechter is Harold Jansen, de hoofdscheidsrechter van vorige week bij de International Invitation Cup. Starters Jeroen Strijker en Jan Bergmans, de wedstrijdleiders, zijn Daan Brand en Teun Meesteringa. En Harriet van Essen zorgt ervoor dat het allemaal goed gaat in de heatbox. Jij hebt het gezien, Maarten. Ja, Van het Woud heeft toch een goede actie gemaakt. Die is nu op de tweede plek gefinished. En Schenky is het derde geworden. Dan zie je dat hij dat toch nog in die laatste halve ronde weg heeft. Dus dat zijn wel
dan is Shenki dus afhankelijk van die snelste derde tijd. In de volgende rit zal dan bekend worden wie de tweede derde tijd gaat rijden. En dan weten we of hij door is of niet. Wel interessant. Zeker interessant. We gaan zo die tijd erbij kijken. Ik kijk in onze Sportity app of we die tijden ook mee kunnen pakken. Gaan wij intussen ook kijken naar de volgende, race nummer 29, voor de mensen die het protocol meevolgen thuis. Met helm nummer 23 Sven Roes, met 25 Friso Emons, met 26 Bram Steenaert, met 33 Kai Huisman en met 31 Teun Boer. Sven Roes natuurlijk de regerend nationale kampioen, vorig jaar eindwinnaar van de Starclass competitie. Ja, Sven is aan een goed seizoen bezig. Vorig seizoen eigenlijk doorgebroken. Zit het nationaal team van Jeroen nu. Heeft bij de World Cup in Dresden echt laten zien dat hij op het podium thuis hoort. Is een echte bijter. Een hele harde werker. Altijd 100% inzet. Ondertussen ook aan een carrière bezig op de social media, heb ik wel gezien. En hij gaat zo meteen rijden tegen de, eigenlijk een beetje zijn oude teamgenoten. En ik denk dat dit ook best een interessante jonge rit is, vooral met jonge rijders. En we gaan kijken wat het gaat worden. Ja, er wordt nog wel even beraadslaagd daar. Ja, ik denk dat ze toch naar die beelden van het woud en de knecht aan het kijken zijn. Ja, dat betekent dat we nog even onze lijst met codes erbij gaan halen, Maarten. Want het lijkt me dat we toch iets gaan horen zometeen. Ja, daar hebben we het al. We hebben een penalty in deze rit voor de nummer 29, Jens van het Woud. En dat is een penalty voor in de streep, lane change van inside to outside, passing contact. Ja, code S2 voor Van het Woud. Ja, dat was toch niet helemaal reglementaire inhaalactie. Dus betekent dat Shenki dan toch door is. Inmiddels zijn we vertrokken met die tweede halve finale. Ja, de jonge mannen. Ik denk dat het een leuke rit gaat worden. Ze zijn aan elkaar gewaagd. En op het scorebord kunt u het plaatje zien van... Ja, Bram Steenaert. Hal nummer 26. Voormalig Europees kampioen, junioren op de 1000 meter. Ook nieuw in de NTS. Tweede positie Kai Huisman, die zat al een beetje achterom te kijken van komt er al wat. Maar je ziet dat Friso Emons veel ervaring heeft, dat nu al de actie maakt. Ja. Rustig naar die tweede positie schuift. Het is allemaal controle, aftellen, 4 rondjes te gaan. En dan gaat heel langzaam dat tempo omhoog. Friso Emons natuurlijk vorig jaar ook al even aan het World Cup circuit geroken. Zoals jij ook vroeger hebt gedaan, Maarten. We gaan daar straks zeker even over praten. Inmiddels zie je Kai zijn plekje teruggepakt heeft. Die zit op de tweede positie. Ja, daar komen ze alweer aan. En nou gaat het gas erop, zeg maar. Friso die wil nu wegrijden. Met zometeen de bel voor de laatste ronde. Ja. Slaat een klein gaatje in het wit. Helm nummer 25, Friso Emons. Maar krijgt geduchte concurrentie van zijn ploeggenoot. Sven Roes probeert nog op dat rechte eind binnendoor te komen bij Friso. Lukt niet helemaal. Maar kan nog wel die tweede positie vasthouden. Nou ja, een beetje hoofdschudden zien we daar van Sven Roes. Ja, die had toch vrij laat nog een actie gemaakt. Alles gegooid op die laatste ronde. En als dat dan net niet lukt, ja, dan moet je alle zeilen bijzetten om het toch nog een goed eind te brengen. Ik ben even benieuwd naar de officiële uitslag. De derde plaats in deze rit gaat naar Teun Boer. Ja, het is toch Emons netjes. 1.29.04. Roes heeft hem, ondanks dat hij de ene laatste rechte eind niet voorbij kwam, wel die tweede plek vastbehouden. En nummer 3. Teun Boer, ja. Dat is daar even belangrijk wat voor tijd je ook in de 1.29. En dat betekent dat we dat natuurlijk even gaan noteren. Terwijl we inmiddels ook de volgende halve finale klaar hebben staan.
En dan gaan we aan de slag met Daan Breusma. Je ziet hem in beeld. Helm nummer 17, de Nestor. De meest ervaren man van de NTS. Vijfvoudig Europees kampioen in de relay. Twee keer tweevoudig Olympian. Berg aan ervaring. Absoluut. Vorige week ook race sterk. Vorige week in de Invitation Cup. Maar in deze heat ook, of in deze halve finale, moeten we zeggen. Met 34 Jari van Polen. Met 36 Hessel van Berkum. En met 22 Jasper Brunsman. Brunsman in tenue ook van de NTS. En rijdt met donkerblauw, paars. Ja. Jasper heeft toch wel een zware crash gemaakt vorig seizoen. Heel lang eruit geweest. Blij dat hij weer op het ijs staat. Om een gecompliceerde blessure opgelopen. Maar toch goed dat hij weer terug is en dat hij weer kan rijden. Absoluut. En hij laat het meteen zien. Slaat meteen een klein gaatje samen met Daan Breusma. Die 9 ronden 1000 meter. En bij passage, de eerste twee ronden hebben we alweer gehad. Volgende passage nog 6 ronden te gaan. En vanaf de start, Maarten, vol gas. Dat is een tactiek. Ja, als je je goed voelt en je kijkt naar je tegenstanders en je voelt dat je kan slopen, om het zo maar te zeggen. Ja, dan ga je gewoon volle bak weg en dan hoop je dat iedereen eraf waaiert. Nou is Hessel van Berkum, die nu naar tweede positie, die had het door. Dus die is in kielzoom meegegaan. Ja, Brunsman laat hem nu helemaal lopen. Is dit, wat is dit? Verzuring? Is dit... Ja, ik denk dat hij zichzelf even tegenkomt. En dat kan verzuring, dat kan blessure zijn, dat kan iets te enthousiast zijn. Maar dat red je niet. Dat red je niet. Of hiermee kom je niet tot de halve of de finale. Nou, je ziet dat hij helemaal uit elkaar slaat en dat Daan op zijn gemakje naar de eerste plaats. Hessel van Berkum, een jonge. Opkomend talent ook. Wordt hier mooi tweede. En dat betekent dat de nummers 3, Jari van Polen en Jasper niet door zijn. Ja, en even voor de goede orde, Maarten. We zijn nu aan het strijden voor plek in de C-finale. We zien het, de nummers 3 nummers 1 en de 3 nummers 2 gaan voor die C-finale. Dat betekent dat we natuurlijk net hebben gezien wie de A-finale gaan rijden. Even voor de goede orde en belangrijk natuurlijk voor de final ranking van deze afstand, dat we deze finales wel gaan rijden. Breusma wint 1.24 snel. Van Berkum is dan de nummer 2 met 1.27. Van Polen nummer 3 en Brunsman voortvarend vertrokken, maar weet nog niet helemaal wat de reden was. Heeft het nog moeten laten lopen. En dat betekent dat wij gaan kijken naar de volgende race. De volgende race is met... Dat is Jenning de Bo. Die start op positie 1. Hugo Bosma positie 2. Daan Kos positie 3. En Kasper Douma positie 4. Jenning begonnen in Groningen. Bij de shorttrack club in Groningen. Heeft toen de overstap gemaakt naar Leeuwarden. Trias had iets meer trainingsmaatjes. En zo is hij doorgestroomd via het gewest Friesland naar talententeam Noord. Dus die heeft al redelijk wat stappen gemaakt. Zeker, is de regerend Nederlands kampioen, junior B. Daarnaast staat Hugo Bosma. Ook in het vanuit het talententeam Noord. Talententeam Noord, waar Dave Versteeg trainer is, samen met Leon Bloemhof. En die volgen eigenlijk, die hebben eigenlijk een thuisbaan hier ook in Tialf. Goede faciliteiten, omdat ze natuurlijk in het kielzog van het nationale team zitten. En je ziet ook dat het resultaat oplevert. Ja, ook hier weer dus de nummer 1 en nummer 2 gaan door voor de C-finale. Hierna hebben we nog één rit te gaan. De handjes mooi op de rug. De eerste ronde is even de inkomen, even de aftasten, positie zoeken. Ja, dat ik maar even vertellen. Je hebt het net over gedaan over de ontwikkeling van rijders, in dit geval van Jenning de Bo. Maar wat wordt er goed werk gedaan in het land bij de KNSB talentteams en bij de clubs vooral? Ja, de clubs daar leer je als het ware leer schaatsen.
Dus dat is een, daar wordt het fundament gelegd. Nou, naast het leren schaatsen moet je eigenlijk dan leren trainen. Dan moet je trainen, leren trainen. En dan ga je trainen om te presteren en dan ga je trainen voor de top. Dat zijn eigenlijk wat, in het kort gezegd, wat stappen die die jongens allemaal doorlopen. En wel. Dan zie je dat deze twee mannen van het talentteam Noord over de finish gaan komen. Ja, dat mooi. Is de eerste plek voor Hugo Bosma. Tweede Jenning de Bo. Ja, mooi hoe die mannen elkaar even feliciteerden. Ja, ja, dan zie je toch dat ze elkaar goed kennen. En elkaar helpen om naar de, zich te plaatsen. Ja, Bosma dus 1. De Bo is de nummer 2. Kos is de nummer 3. En Dauma nummer 4. Je ziet het in beeld staan. En dat betekent dat we nog 1 race gaan rijden voordat we de baan gaan verzorgen. En dat is de laatste halve finale race voor een plek in de C-finale. En die gaat tussen Dennis Visser op de pole position, Ingmar van der Griek, Niels Kingma, de regerend junioren A-kampioen van Nederland. En ja, toch ook wel een tikje verrassend, Dylan Hogewerf. Ja, Dylan. Dylan, ik ben even benieuwd hoe hij gaat rijden. Hij gaf aan dat hij niet heel lekker gereden had. Gisteren op de 500. Maar goed, nu moet je weer herpakken. Nu moet je weer herladen. En je traint er, de mannen trainen daar 12 keer per week voor. Dus ja, dat was ook mooi te zien vorige week. Hè? Met toen Jens van het Woud. Die won de 1500 meter. Vergat zijn transponders. Beginnersfout. Maar hij herpakte zich snel, won de dag later de 500 meter. Daarom interessant om te kijken wat DH kan. Helm nummer 21 staat het dichtst bij de boarding nu. Vierde startpositie in het groen van de NTS. En helemaal links op de eerste startpositie staat dan Dennis Visser. Helm nummer 20 in blauw van het NTS-pak. Ja. En daartussenin dus Ingmar van der Griek en Niels Kingma. En Niels Kingma natuurlijk van het KNSB Talent Team Noord, Team Wadro. En Ingmar van der Griek, groot geworden in Alkmaar, ja, bij het shorttrekken. En nu? Je ziet dat inderdaad in Alkmaar zijn ze een aantal jaren geleden begonnen. Nou, er zijn een aantal rijders al redelijk rap doorgestroomd. En Jael Brengen. Ook lange baan talent trouwens? Ja, Ingmar van der Griek is er eentje van. En Marijn Wiersma is eigenlijk de bekendste. Ja, oh, oei. Kleine glijpartij. De partij van Ingmar. Dat er nog 3 over zijn. Hij staat alweer op de been, gelukkig. Nou ja, Niels Kingma op kop. Hij heeft eigenlijk dezelfde route gevolgd als Jenny de Bo. Begon in Groningen. Daarna naar Trias gegaan geweest. En nu Talent Team Noord. Daar, ja, komt Dylan. Daar is Dylan. Mooie actie. Iets, laat hem iets te wijd uitlopen, waardoor Niels weer terugpakt. Ja, dan moet hij aan de buitenkant mee blijven lopen. Dat gaat hem veel kracht kosten, maar dat kan niet, hè? Ja. Kijk. Ja, Dylan kan heel veel snelheid ontwikkelen. Dit is die age. Nou, als Dennis nog wat wil, ja, schuift die. Dennis Visser schuift van 3 naar 2. Kleine missen van Niels. Nou, dan is het nu doorrijden en uitrijden. Ja, dat is nog een beetje de ervaring van die mannen van de NTS. Ja. Ja, Niels heeft eigenlijk iets te veel werk op kop gedaan. En waar die mannen dan heel slim gebruik van maken. Ja, en dan word je afgestraft. Ja, we gaan nog even de officiële uitslag afwachten. Officieus weten we dat Dylan overwinning pakt in deze race. Voor ploeggenoot Dennis Visser. King maar aan 3 en Van der Griek is de nummer 4. Na die val eerder in de wedstrijd. Nou, betekent dat we met een kleine ijsverzorging voor de boeg zometeen terug gaan komen om die 1000 meters te gaan continueren. Dan gaan we die finales rijden. De eerste finales van de dag. De eerste Nederlandse titels dus die op het spel staan. Hier in Tialf. Als je net bent ingeschakeld, fijn dat je meekijkt. We hebben de eerste serie wedstrijden gehad van vandaag. De halve finales om te komen tot de A-finales, de B-finales. In het geval van de heren ook nog tot de C-finales. Dat betekent dat wij de baan gaan verzorgen. En dat betekent ook dat wij zometeen dan terugkeren met die finales in de 1000 meter.
namens collega Maarten Visser van vandaag. Heel graag tot zometeen.
moet je snel aanpakken. Neem direct Tragitol met tweevoudige werking. Het vermindert snel de pijn en remt de bacteriën en virussen die keelpijn veroorzaken. Tragitol, al meer dan 50 jaar specialist bij beginnende keelpijn. In het oranje-paarse doosje. Heb jij altijd al eens schaatspassen willen doen in de gymzaal? Kijk of jij sneller aan de overkant bent dan je klasgenoten? Ga dan naar schaatsen.nl/ijstijd en kijk voor de allerleukste oefeningen.
En heel hartelijk welkom terug als je kijkt naar de livestream van de NK afstanden hier in Tialf Heerenveen. Mijn naam is Jan van der Meulen. Samen met analist Maarten Visser gaan we jullie op de hoogte brengen van alles wat hier vandaag gaat gebeuren. Nationale afstandstitels, net zoals bij de Olympische Spelen. We hebben net de halve finales gehad van de 1000 meter, de eerste afstand van de dag. Hierna volgen nog de 500 en de 1500 meter. En zometeen de eerste B-finale in de 1000 meter voor de vrouwen. En vervolgens dan de eerste A-finale voor de medailles. Namens de partners van Schaatsen Nederland, Link & Co, Daikin, de KNSB, Short Track Club, Tialf, Tialf IJsstadion en TIG Sports. De mensen achter de schermen van dit NK afstanden. Heel hartelijk welkom. En nogmaals ook voor de mensen die net hebben ingeschakeld en het eerste deel hebben gemist. Speciaal welkom aan alle familieleden en vrienden van de deelnemers. Normaal hadden we jullie in het stadion gezien, maar nu moeten we het op deze manier doen. Mooi dat het natuurlijk kan en wij duimen voor jullie zonen en dochters, neven en nichten, broers en zussen in deze NK afstanden. Tweede editie hebben we ook al even verteld. 2011 in november hadden we als een soort voorprogramma destijds een ingekort NK afstanden short track, de 1000 en de 500 meter alleen maar. Maar vandaag dus drie titels op het spel, de 1000, de 500 en de 1500. En naast mij Maarten Visser, voormalig World Cup rijder namens Nederland, zat in de nationale selectie. Is tot vorig jaar nog trainer geweest bij Trias in Leeuwarden, zijn clubpie. En gelukkig Maarten, voor jou en voor Trias, er rijden veel Triassers mee. Ja, zeker. Trias is een van de grotere clubs hier in Nederland. Er staat een goed bestuur, er staat een goede club, waardoor heel veel rijders opgeleid worden. Die dan ook meteen de kans krijgen om via het gewest Friesland, Talent Team Noord, door te stromen. En een aantal jaar actief geweest. En dan is het leuk om te zien dat deze generatie tot ook de NK's komt en soms nog wel verder. We gaan zo beginnen met die 1000 meter. 9 rondjes. Ja. Dan is het altijd even afwachten. Hoe begint dat? Hoe start dat? De tactiek is om op volle bak erin te gaan en alles te geven wat je hebt. En dan maar kijken waar het schip strandt. En dan hopen dat iedereen aan de achterkant moet lossen. Maar je kan ook heel tactisch rustig gaan beginnen. Positie kiezen. Sommige mensen gaan op de kop rijden, aftasten, controleren. Ja. Sommige rijders vinden het fijn om achteraan te beginnen en langzaam naar voren te schuiven. Moet je wel goede inhaalacties kunnen maken, goede behendigheid hebben, acceleratievermogen, een stukje tactiek. Dus we gaan het volgen. Ja. Absoluut. Maarten, met jouw kundige kijk op het short track. Eerste de B-finale en die gaat om plek nummer 6 in de eindstand van deze 1000 meter op het NK afstanden. Anne-Floor Otter, helm nummer 8, start vanaf de eerste startpositie. Gisteren nog gehuldigd als talent van het jaar dankzij de WK Relay en het wereldrecord. Marijn Wiersma uit hetzelfde team, ook gisteren gehuldigd, staat op startpositie nummer 2, helm nummer 7. Daarnaast hebben we Joya Lancé, want we hebben een eentje missen we er in deze B-finale. Dat is Yara van Kerkhoff. Zij zou op startpositie nummer 3 staan. Ze is er niet bij, niet van start gegaan. En Joya Lancé, onze co-commentator van de livestream van vorige week, is gelukkig weer op het ijs en gaat strijden om die zesde plek. En dat doet ook Diede van Oorschot. En dan hebben we deze B-finale compleet. 4 rijsters dus in de baan voor plek nummer 6 in de eindstand van deze 1000 meter. Ja, het zijn 3 rijders van Talent Team Noord tegen 1 rijdster Diede van Talent Team Midden-Oost. Dan is dat het afwachten hoe die rit wordt opgebouwd. Nou, met nog 5 rondjes te gaan is het Joya die de kar trekt. Alles mooi dicht bij elkaar. Handjes nog op de rug. Ik zie buitenom van de regerend junioren B-kampioenen in het short track. Want dat is Diede van Oorschot. En vorig jaar ook goud op de Youth Olympic Games op de lange baan. En die moeten dus nog in dit geweld, dat mogen we toch wel noemen, deze 3 toprijdsters van het Talent Team Noord, Team Wadro, die voorlopig even de dienst uitmaken met Lancé aan de leiding. Ja, Lancé trekt redelijk hard door. Tempo gaat goed omhoog. Dan is het eventjes afwachten wat
laatste ronde de bel. Inmiddels zijn we al bij de bel. Anne Flo Otter. Marijn Wiersma. En zie je de Joya heel makkelijk toch nog. Oei, foutje in die laatste eind van de bocht. Even op de punt, hè? Ja, dan zie je toch dat de vermoeidheid wat door. De vermoeidheid opkomt spelen, waardoor ze iets te veel naar voren op de schaats gaat hangen. En zo het ijs prikt. En dat bewijst ook maar weer, Maarten. Shorttrack is pas klaar bij de finish, hè? Ja. En zelfs dan nog niet, want dan zijn we nog in afwachting van de scheidsrechters. Maar we zien inmiddels, Marijn Wiersma, die wordt dan uiteindelijk zesde in deze 1000 meter op het NK afstanden shorttrack voor Anne Flor Otter. En dan zagen we Joya Lancé nog naar plek nummer 4 afzakken. Heb je die race helemaal gecontroleerd? Ja. En dan het laatste bochtje, maak je een foutje en dan zie je dat je meteen eigenlijk als laatste over de finish komt. Tot 18 meter voor de finish reed ze op die zesde plek en de hele race onder controle gehad. Betekent ook dat we nu gaan de eerste A-finale gaan kijken, Maarten. Dat betekent ook dat we de eerste medailles gaan verdelen zometeen. En dat gaat, hoort het ook misschien, de livestream-kijkers horen de muziek op de achtergrond. Dat blijft erin, het voorstellen van de rijders. Je zal zeggen, waarom doen ze dat nou zonder publiek? Maar het is ook om het ritme voor de rijders hetzelfde te houden, zoals het altijd gaat. En nu zwaaien ze dan naar de camera van de livestream. De camera van de NOS. Selma Paalsma start op startpositie nummer 1, helm nummer 4. Met Sandra Velzenboer, helm nummer 6, wereldkampioen op de 500 meter junioren. Rianne de Vries op startpositie nummer 3. Na de beste derde tijd in de halve finale staat zij in deze finale. Suzanne Schulting vanaf startpositie 4 in het geel met helm nummer 3. De Olympisch kampioenen op de 1000 meter. En mooi nieuws voor de familie Velzenboer, twee zussen in de finale. Met helm nummer 9, 2 jaar jonger dan Sandra, staat Michelle Velzenboer. Namens het KNSB talentteam midden aan de start van deze finale. We zijn vertrokken. Alle ogen zijn natuurlijk nu gericht op Suzanne Schulting. We hebben hem. De wedstrijd wordt teruggeschoten wegens valpartij. Ja, dat ook maar even uitleggen, Maarten, aan de mensen die geen intimi zijn uit het shorttrack. Moeten wij ook vaak uitleggen in het stadion. Ik ben ook stadioncommentator vaak, zoals velen van jullie misschien weten. In Dordrecht, in Rotterdam, in Amsterdam en ook hier in Tiaf. Direct na het startschot blijft het eigenlijk altijd ijzingwekkend stil. Dat betekent geen muziek, geen commentatoren. Waarom? Omdat we tot halverwege die eerste bocht, dat zogenaamde apex point, de race nog terug kunnen schieten. Dat zagen we net gebeuren. Ja, de start is natuurlijk een moment waar iedereen de bocht induikt. Iedereen komt heel dicht bij elkaar. De kans dat je elkaar raakt, onderuit trekt of een duw krijgt is aanwezig. En als jij onderuit wordt geduwd of je krijgt een tik of je kan er niks aan doen, dan heeft de start altijd het recht om de wedstrijd weer af te schieten, waardoor iedereen weer opnieuw kan beginnen. Nou, dat gebeurde in dit geval ook. Rianne heeft even de buizen laten nakijken of er geen krasjes, deukjes, bramen op zitten. Dat mag tegenwoordig, kan tegenwoordig heel snel, maar alles lijkt goed te zijn. Dus we gaan het weer opnieuw proberen. Donkerblauw Paalsma, oranje Velzenboer, wit Rianne de Vries, geel Suzanne Schulting. Vier collega's uit de NTS, vandaar de kleuren hesjes, we zeggen het er nog maar even bij in de uitleg. En knap van Michelle Velzenboer dat zij in deze finale staan. Absoluut, absoluut. Als rijder van een talentteam is het natuurlijk fantastisch dat je in de finale mag rijden. Dit is waar ze het voor doen. Alle ogen in deze rit zijn toch wel gericht op Suzanne. Daarnaast, Xandra Velzenboer is een hele hoge kans hebben op dit moment om die 1000 meter te winnen. Ben je vorige week een wereldrecord, hè? Ja. Selma, mind you. Selma heeft ook al laten zien dat ze hard kan rijden. Dus ik denk dat het zo wel heel spannend gaat worden. Ja, mooie box net even tussen Selma Paalsma en Suzanne Schulting vlak voor de start. Vorige week nog met elkaar in de clinch op de 500 meter. En Xandra Velzenboer nu aan de leiding. En vorig jaar nummer 1 in de junioren A-kampioenschap nationaal. Michelle werd toen tweede. Dus goud en zilver voor de beide zussen in het NK. Maar nu gaat het tempo omhoog, Maarten. Ja, 3 rondjes te gaan. Xandra gaat het echt nu wel de gashendel openzetten. Rianne volgt in de slipstream. En Suzanne gaat nu buitenom komen. Moet wat gaan doen, want die wil natuurlijk naar die koppositie.
Selma schuift met Suzanne mee buitenom. Dat betekent dat als ze dat doortrekt naar plek 2 gaat. Suzanne loopt al uit, dus die hoeft alleen maar alles die laatste bocht door te komen. 1, Suzanne 2, Selma 3, Sandra. Eerste titel is binnen voor Suzanne Schulting. En dan zag je toch dat gat weer vallen, Maarten. Ja. Die acceleratie die duurde wat langer dan ze misschien had gewild buitenom. Maar dan is dat gat er toch. Ja, heel controlerend gereden. Mooi op die derde positie zat Suzanne. Rustig buitenom gekeken. Geen risico's genomen. En dan zie je dat ze zoveel power heeft, zoveel snelheid. Dat ze gewoon heel rustig naar voren rijdt en het af kan maken. Maar ook knap van Poutsma. Die eigenlijk heel erg op Suzanne gefocust was en in de slipstream meeging. Dus, en het podium is compleet met Xandra Velsboer. Tellig uit de bekende Velsboer-familie. Een hele grote schaatsfamilie. En, netjes brons gehaald op deze 1000 meter. Ja, sterk gereden. Schulting dus. Nummer 1, goud. Nederlands kampioenen op de 1000 meter. De Olympisch kampioenen. De wereldkampioenen is het ook op het nationale ijs van Tialf. Selma Poutsma, we kennen allemaal het verhaal, een aantal jaren in Frankrijk gereden. Weer terug op het nest hier in Nederland. Pakt het zilver en Xandra Velsenboer vooralsnog het brons. Dan gaan we zo meteen twee races kijken, Maarten en kijkers thuis. Want we krijgen zo meteen eerst de B-finale. Dus dan gaat er weer om plek nummer 6 in de eindstand. Vervolgens de A-finale. En daarachteraan hebben we nog de C-finales. Ja, we beginnen met de B-finale van de heren. 1000 meter. Ja, Melle van het Woud, 24. Staat helemaal aan de binnenkant. Plekpositie, startpositie 1. Bram Steenaert, 26. Startpositie 2. 33 is Kai Huisman. 17 is Daan Breusma. En 27 is Koen Slootweg. Daan heeft de kop genomen. Die weet hoe je deze 1000 meters moet rijden. Inmiddels heeft Koen Slootweg de kop weer van Daan overgenomen. Koen heeft de snor wat laten staan, zie ik. Misschien gaat het hem helpen. Heel ontspannen tempo ligt al redelijk hoog. Koen trekt hem goed door. En dan is het even afwachten wie de eerste actie wil of gaat maken. 5 rondjes te gaan. Nog steeds Koen. Koen, onderdeel van de nationale ploeg van Jeroen Otter. Is altijd een, laat hem iets te ver naar buiten lopen, waardoor Daan met al zijn routine binnen doorschuift. Ja, en dan zie je dat je meteen van 1 naar 4 gaat. Ja, en dan niet vergeten, we rijden racen om plek nummer 6. Als je net inschakelt, welkom, fijn dat je erbij bent. Bij het NK Afstanden. Tweede editie sinds 2011, 10 jaar geleden. En dit is de inzet voor plek 6 in de eindstand van de 1000 meter bij de mannen. Breusma nog steeds aan de leiding. Hoorde als eerste de bel voor de laatste ronde. En pakt hier plek nummer 6. Officieus. Ja, Daan 1, Bramsteen naar 2. We gaan zo de officiële uitslag bekijken. Ja, en toch mooi. We hadden het er net al over. Hè? Ook met Dylan Hogewerf net in die halve finales voor de C-finale plekken. Dat je toch de motivatie weer moet opbrengen om gewoon als je gaat racen, als je aan de start staat, dan ga je ervoor. Ja. Het is altijd 100% inzet. Vooral als je bij het nationaal team rijdt, is dat wel belangrijk dat je goed gemotiveerd bent. Daan heeft dit echt op routine gedaan. Rijdt natuurlijk al heel wat jaartjes mee. Een vaste waarde voor de relayploeg vanwege zijn hoge snelheid. Ja, wereldkampioen, hè? 2017, ahoy. Als ik eraan denk, staat de kippenvel weer om armen. En dit is binnen die ploeg ook een Nestor. Hij helpt de jeugd natuurlijk omhoog. Als die jongens, de nieuwe Koen Slootweg, Sven Roes, die mannen die net in de NTS zitten, hebben houvast nodig, hebben snelheid nodig. Nou, en een man als Schenkie en Dan Brilsma kunnen dat goed verzorgen. In beeld, hè? Shinky Knecht, vorige week weer terug op het internationale podium, won vorige week deze 1000 meter. Ja, knap. Eerste overwinning weer. Ja. Sinds 2018, eerste internationale overwinning. Het is ongelooflijk wat deze man natuurlijk, wat hij heeft meegemaakt en wat de NTS heeft meegemaakt dit jaar. Niet alleen door corona, maar natuurlijk kunnen we het nooit onvermeld laten. Met
met het tragische verlies van Lara van Ruiven. Voor altijd in onze harten, in onze hoofden. Maar dat hij dit weer kan. We gaan kijken, want jouw triasheld Itzhak de Laat staat op plek nummer 1. Hij won vorige week de Invitation Cup. Won ook een ticket voor de Europese kampioenschap. Shinky Knecht staat op plek nummer 2, helm nummer 18. Itzhak de Laat dus nummer 19. Friso Emons alleen met helm nummer 25. Met 23 en in het lichtblauw is het onze nationale regerend kampioen Sven Roes. En Teun Boer. Startpositie nummer 5, helm nummer 31. De enige die niet van de NTS is. Van KNSB Talent Team Noord. Oftewel Team Madro. Mooi dat hij in deze finale staat. Ik verwacht ook eerlijk gezegd wel een beetje wat van hem. Ja, hij heeft dit allemaal in eigen hand. Maar als hij wat wil, dan zal hij iets moeten bezien. We zijn vertrokken. We zijn vertrokken met deze finale. En het is toch Shinky. Het is toch wel belangrijk om voorin. In de finales is het belangrijk voor in de koers te zitten. Eerste, tweede, derde positie. Dan heb je de race onder controle. Dan kan je nog een klein foutje maken. Dan kan je eigen tempo bepalen. Of je moet er inderdaad voor kiezen om achteraan te gaan hangen en dan een actie te gaan maken. Maar dat is in de praktijk altijd iets lastiger. Al als het tempo wat hoger wordt. Ja. Je ziet dat Itzhak en Shinky er altijd van de controle zijn. Friso tweede positie. Sven is echt zit op plek 4. Echt aan het afwachten tot er een moment gaat komen. Hij kan dat, hè? Ja, hij kan dat. Die heeft heel veel gevoel voor momenten kiezen. Wanneer ga ik? Wanneer gaat er wat gebeuren? Nu zie je dat de eerste drie mannen met elkaar in de clinch. En Sven die probeert dan straks het juiste moment te zoeken om er binnen door te schieten. Gaat die nu net niet doen. We hebben nog twee rondjes, dus ja, en een knappe... Itzhak gaat nu de gaskraan openzetten en gaat vol door. Shinky volgt met gemak. Friso moet dan een tandje bijzetten en dan moet Sven, als hij nog wat wil voor het podium, moet hij nu komen. Ja. Maar Itzhak trekt hem heel hard door. Oei. Klein foutje. Kan hem herstellen. En dan is het toch Shinky, ja, die dat goud pakt. Die de titel 1000 meter naar zich toe trekt. Ja, dat was het uitschuifbeen. Dan zie je dat hij stap voor stap toch ongelooflijk dichterbij komt. Ongelooflijk. Ja. Ja, we gaan wachten op de fotofinish, maar Shinky wist het al. Itzhak die slaat al de vuist in de handpalm. Nee, hè. Tweede plek, Itzhak de Laat. We worden het stadionspeaker Piet Broekhuis nu ook zeggen. En kijk naar de lachende Shinky Knecht. Vorige week de 1000 meter in de Invitation Cup. Nu de nationale titel. Maarten, wij zijn getuigen van iets bijzonders. Ja, Shinky is gewoon, die kan dat zo goed. Die weet precies wat hij moet doen. Die traint natuurlijk ook heel, nou ja, 6 dagen per week met deze jongens. En die weten, kennen elkaar door en door, weten wat ze moeten doen. Maar je moet het altijd maar even doen op het juiste moment, op het juiste tijdstip. Maar heel knap dat hij hem naar zich toe trekt. Ja, absoluut. Wat een bijzondere race, wat een bijzondere kerel is het toch. Shinky Knecht, de schicht uit Bantega. Kinderen zitten ongetwijfeld te kijken, of misschien ook wel niet. Maar wat een fantastische prestatie van Shinky Knecht. Ook mooi, Itzhak de Laat. Wel bewijst toch weer zijn stabiele presteren op podiumniveau. Hij wil zo graag natuurlijk ook winnen. Maar ook mooi, een bronzen medaille van Friso Emons. En daar kunnen we ook alleen maar trots op zijn. Mooie race. Ja. We gaan kijken naar de C-finale bij de dames. En dan gaan we beginnen met Femke de Boer. Helm nummer 16, dat helemaal aan de binnenkant. KNSB Talent Team Noord. Nikki Noordegraaf, helm nummer 15. Jaël Prenger, opnieuw weer een multitalent op de lange baan. En shorttrack aan de start. En Esther Gijsbers namens de SVU, die er mooi op de rug staan. Prachtige club in het midden van het land, waar geweldige dingen gebeuren. We zijn vertrokken. Ja, het is op kop met het SVU-pak. Schaatsvereniging Utrecht, of nu naar de tweede positie. Dat is, moet ik even goed kijken, Esther Gijsbers. En voor de goede orde, Maarten, we praten over plek nummer 11 in de eindstand van deze 1000 meter. Ja. Daar is waar ervoor gereden wordt. Je bent de 11e van Nederland als je deze race wint. Ja, je ziet ook dat het de jonge dames zijn die in die talentgroep zitten.
Sinds het afgelopen seizoen het KNSB Talententeams heet het. Zijn er totaal in Nederland zijn er 5. Noord, Noordwest, Zuidwest, Zuid en Midden-Oost. Daarvan zijn er 3 die een aparte shorttrack afdeling hebben. Dat zijn Noord, waar Dave Versteeg de trainer is. Zuidwest is dat Benny Bruggemans. In Midden-Oost is dat Niels Kerstel. Inmiddels gaat het tempo al omhoog. En het is met nummer 15. Middenwest, hè, zullen we zeggen. Middenwest. Ja. Zuidwest, Middenwest. Ja. Nicky blijft aan de leiding. Nicky Noordegraaf. Train bij Benny Bruggemans. Ja. Vorig jaar de derde. Vorig jaar brons op het NK. Junior B. Ja. In Leeuwarden bij jullie. En valpartij. Dan zie je dat altijd kan gebeuren. Ja. Femke de Boer ligt in de kussens, maar staat... Nee, ik herstel. Jaël Prenger ligt in de kussens, maar staat gelukkig ook weer snel rechtop. We hebben een eerste plaats voor Nicky Noordegraaf. Ja, het is Nicky 1, Femke de Boer 2. Femke de Boer. Ja. Op de derde plaats, Esther Gijspers. Mooi succes voor de ploeg van Benny Bruggemans. Je zei het al even. Onvermoeibare promotor ook in Dordrecht en omgeving. Met onder andere ook de ijssportvereniging Alblasser Waard. Die altijd zulke geweldige dingen doen bij de grote internationale toernooien. In Dordrecht en natuurlijk in 2017 bij Ahoy. Het staat inmiddels in beeld. Noordegraaf wint deze 11e positie, zullen we zeggen. Wint deze race voor Femke de Boer, voor Esther Gijsbers en voor helaas gevallen Jaël Prenger. Ja, valpartijen komen toch voor bij het shorttrack. Vandaar dat er ook heel veel veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Iedereen is verplicht een helm te dragen, nekbeschermen, een bril. Kussens die zijn schuiven mee als je erin valt om de val op te vangen. Daarnaast snijvaste handschoenen is belangrijk. Scheenbeschermers. Alles om het veilig te laten verlopen. Ja, en de volgende race staat klaar. Dat is race nummer 38 voor de mensen die dat schema bijhouden. En met Hessel van Berken, plek nummer 1. 36 is zijn helmnummer. Op de tweede startpositie Hugo Bosma, helm nummer 30. Met 35 Jenning de Bo op plek nummer 3. Met 21 Dylan Hogewerf namens de NTS. En met 29 is het Jens van het Woud. De groot verdiener vorige week bij de International Invitation Cup. En natuurlijk 4 ploeggenoten van KNSB Talent Team Noord. Team Wadro. En we zien met Dylan Hogewerf. We praten natuurlijk alweer ook over de plek nummer 11. De posities 11 tot en met 15 in de eindstand van deze 1000 meter, Maarten. Ja, ja, het is wel leuk. Want ik hoop dat de jongens van Dave, van het talententeam Noord, Dylan wat kunnen uitdagen. Dylan moet hier gewoon winnen. Dat is hij aan zijn stand verplicht. Maar goed, het moet wel even gebeuren. Dus ik ben wel even benieuwd of ze misschien een tactiek hebben bedacht om Dylan om de tuin te leiden. Maar tot nu toe gaat het nog vrij rustig. Dus Hessel van Berkem op... Nee, dat zeg ik verkeerd. Het is niet Hessel. Dat is nummer 35. Is dat Jenning de Bo? Jenning de Bo blijft aan de leiding. Ja, de regerend Nederlands kampioen bij de junioren B. Precies, het is nu Hessel van Berkem die aan kop rijdt. Dat was zijn voorganger. Ja. De junioren B kampioenschap. Mooi dat ze samen in die mooie ploeg zitten van Dave en Leon. Kijk, en het is niet ver meer, Maarten. En nu Dylan denkt, nou moet ik even... Oeh, ja, dat is het risico. En de race wordt afgefloten. Je zag dat Dylan buitenom ging. Dat heeft altijd risico's met zich mee. Dat als je buitenom gaat in bochten en de rijder die aan de binnenkant rijdt een foutje maakt, wegglijdt of een blokje stapt. Ja, dan wordt degene die buiten rijdt meteen meegenomen. En dan ga je met z'n tweede kussens in. Dat is altijd even link. Ja, laten we nog eens kijken. Ja, het is net verkeerde tijd, net verkeerde moment dat Dylan buitenom komt. Ja, en dan wordt hij geschept. Gelukkig loopt het allemaal goed af. Ja, gelukkig goed de been. Het hoort bij de sport, zeggen we dan. Al hou je toch elke keer weer even je adem in. Of ja, het blijft racen. Het blijft een risico. Gelukkig worden de risico's wel tot een minimum beperkt. Met al die veiligheidsmaatregelen. Maar het kan gebeuren. Misschien ook wel even goed om te vertellen. De insiders weten dat natuurlijk. Maar je vertelde eerder vandaag in de uitzending over de veiligheidsmaatregelen. Niet alleen bij de rijders zelf wat betreft de kleding. Maar ook in
ja, een aantal jaren nu gangbaar de beweegbare boarding. Het is ook leuk om te zien hoe snel dat die materiaalwissels plaatsvinden. Ja. Ze hebben accuboormachines waardoor ze eigenlijk als een soort pitstop tegenwoordig, dat zie je in veel wedstrijden, even nieuwe messen eronder kunnen zetten. Nou is het niet hier gebeurd, maar je ziet hoe snel dat kan gaan. En natuurlijk die beweegbare boarding, daar hadden we het even over. Want ook bij jullie in Leeuwarden is dat mogelijk om op die manier te rijden volgens de nieuwe normen, waardoor er heel veel energie van de impact al verloren gaat, zeg maar, in de goede zin van het woord. Want dat is veiliger voor de rijders. Ze staan met z'n vijven weer aan de start. Dat betekent iedereen weer in actie. En toch even afmaken nog dat verhaal over die techniek. Ging dat in jouw tijd, ging dat toch een tikkie anders, denk ik, Maarten? Techniek van het... Je vertelt net, zo snel als dat nu gerepareerd wordt. Ja, nou goed, je ziet dat de laatste jaar qua innovatie het heel snel is gegaan qua materiaal. En die jongens die rijden nu op hele lichte buizen. De potten zijn wat hoger geworden. De schoenen zijn naar de voet gemaakt. Maar ook qua materiaal, snijvaste materiaal. Hè. Pakken die volledig snijvast zijn. Lichter gemaakt zijn. Meer ademend gemaakt zijn. Waardoor het comfortabeler wordt om te racen. Nou, niet vergeten ook, je legt het net uit over de schaatsen. Dat vertellen we ook even voor de mensen die geen insider zijn. De shorttrack schaatsen staan niet alleen links uit het lood. Zijn een stuk hoger dan lange baan schaatsen. Maar zijn ook nog in de lengte, in de richting van de bocht gekromd. Ja. En die bending, daar gaat het eigenlijk een beetje om. Als je een tik tegen je schaats krijgt, is dat van invloed. Ja. Ja, een shorttrack buis heeft een ronding en een kromming. En dat komt heel nauwkeurig. Een rijder voelt dan zelf hoe makkelijk die door een bocht kan gaan met hoge snelheid. En als daar een knik in komt of een tikje tegenaan komt of een raam op zit, dan ben je de controle wat kwijt. Ondertussen is Hessel van Berkum echt aan het gas geven en die probeert alles uit elkaar te trekken. Nou, nu heeft Dylan dat iets eerder doorgehad en anticipeert daar meteen op en neemt zelfs de kop over met één ronde te gaan. Jens van het Woud sluit mee. Mooi tussenslagje daar van Jens van het Woud. En die gaat nog heel lastig doen tegen Dylan Hogewerf. Die zet hem er toch nog even voor. Ja. Hartstikke goed. Mooi man. Getimed. Heel mooi getimed. Dat is het ook. Hè. Soms moet je zo'n race lezen. Moet je meegaan. Kijken waar de kansen liggen. En een kwestie heel goed timen. En shorttrackers moeten kunnen timen. Moeten kunnen een race kunnen voelen. Wanneer ga je gas geven? Wanneer stop je? Wanneer draai je? Het was goed getimed. Kijk, daar staat hij. Jens van der Waald wordt dus nummer 11 in de einduitslag van deze 1000 meter bij de mannen. En verrast daar toch wel een beetje Dylan Hogewerf. Kijk naar het verschil in minder dan een tiende op de streep. Hessel van Berkum, Hugo Bosma en Jenning de Bo maken deze uitslag compleet van de plekken 11 tot en met 15. De volgende race is dan de D-finale. En voor de mensen die het shorttrack volgen, die weten waar het over gaat. Voor de mensen die denken, ik heb ingeschakeld op die livestream, maar hoe werkt dat nou eigenlijk in het shorttrack? We hebben net namelijk de medailles hebben we al verdeeld zien worden, Maarten, maar we moeten tot een eindrangschikking van deze afstand komen. Zeg ik het zo goed? Iedereen moet voor zijn plek rijden, laat ik het heel simpel zeggen. Iedereen wil natuurlijk in een einduitslag van een Nederlands kampioenschap terechtkomen. En dan moet er gestreden worden tot de laatste plaats. Zo is dat. Inzet van deze race is plek nummer 16 in de eindstand van deze 1000 meter. Dennis Visser, helm nummer 20 van de NTS in het blauw, staat op de eerste startpositie. Jari van Polen staat op plek nummer 2, helm nummer 34. 32 helmnummer is Daan Kos, helmnummer 38 is voor Caspar Dauma en nummer 28 is voor Niels Kingma. We zijn vertrokken. En waar je Dylan net in de vorige rit zag, is hier, om het zo even te zeggen, Dennis Visser de prooi van de jonge mannen. Ja. Dennis die wil toch de controle, gaat de positie 1 van start. Niels Kingma op de tweede positie. Ja, en Niels Kingma en Jari van Polen zijn de nummers 1 en 2 van het NK Junioren B van vorig jaar. Bij jullie in Leeuwarden. Fantastisch georganiseerd. Hè? Heb je natuurlijk niet alleen door Trias Leeuwarden, maar ook IJshal Leeuwarden, de Elfstedenhal. Heb je een fantastische partner. Ze kunnen veel daar. Ze willen veel daar.
Dat is het leuke van de Elfstedenhal. Die staan open voor initiatieven. Die denken graag mee met de wensen. En het zijn echt heel erg schaatsminded. Ja, ondertussen zie je dat Dennis op zijn routine gewoon even gas geeft. Ja. Die heeft dat net zien gebeuren bij Dylan. Die denkt nee, hè? Precies. Die kiest het zeker voor het onzekere. Hij is ook een klein beetje aan zijn stand verplicht, hè, als lid van het NTS. En Niels Kingman gaat heel gemakkelijk mee. Keer om te gaan. Dennis is natuurlijk ook weer teruggekeerd na een vervelende blessure. Ja. Maar dit gaat hem niet gebeuren. Nee, zorg dat hij de controle houdt. Maar Dennis, die, als we internationaal kijken, ja, hij moet er nog wel een schepje bovenop. Maar goed, daar traint hij dagelijks hard voor. En dan zie je hier ook dat de jongens van het talententeam, die moeten nog rijpen in de snelheid, in het tempo. En veel wedstrijdervaring opdoen. Het was leuk om te zien dat de jonge garde met de vaste waardes aan het knokken zijn. De tweede plaats van Niels Kingma. De derde plaats. Ja, en dan krijgen we om de uitslag compleet te maken, de slotrit van deze 1000 meter. En die gaat tussen twee rijders. Jasper Brunsman en Ingmar van der Griek. Ingmar van der Griek natuurlijk gevallen in de vorige race. We gaan rijden voor plek nummer 21 in de einduitslag. En er wordt een onderrondje tussen NTS-rijder Jasper Brunsman van Trias Leeuwarden en Ingmar van der Griek. We begonnen bij Short Track Alkmaar, hebben we eerder deze uitzending al verteld. Het zit een beetje in de genen. Zoon van Erwin van der Griek. Ja, en toch is dat niet echt leuk om met z'n twee te rijden, wou ik zeggen. Ja, met z'n twee is het, dat voelt een beetje kaal, dat voelt een beetje leeg. Het is een soort time trial-achtig. Maar goed, het is voor de plaatsing wel belangrijk voor de documentatie en de einduitslag. En het is Ingmar van der Griek. Ja, Jasper Brunsman. Echt een gewoon een groot talent. Spectaculaire racer ook. Ja. Vaak. Hij is echt, zoekt altijd wel de randjes op. Ook uit de beroemde sportfamilie. Ja. Hij heeft toch een broer die op de lange baan hard gereden heeft. We komen door met nog 4 ronden te gaan. En, het is heel vervelend dat hij die blessure heeft opgelopen, want hij was echt mooi op koers. Hij heeft in de vroege jaren heel veel met Jack de Boer gereden. Maar echt de twee matties. En waar je ziet dat Jack de Boer de lange baan op is gegaan, is Asper doorgestoten in het short track. Nou, met toch 2 rondes te gaan, zie je dat het echt een formaliteit aan het worden is om deze. Dus, kijken wat ze nog gaan doen. Ingmar van der Griek van kop vertrokken. Jasper Brunsman toch kijken of hij nog loerde of hij een van zijn beroemde acties kan uithalen, maar. En de finish. De eerste plaats voor Ingmar van der Griek. Sterk gereden, Ingmar van der Griek. Van kop af en kop volgehouden. Klasse gedaan. We gaan nu de baan verzorgen. Good sportsmanship, zeggen we dan. Ja. Betekent ook dat wij gaan kijken naar het schema. En dan weten we ook dat we om 14:50, als ik het goed zeg. 14:50. Even kijken. Ja, 14:10. Dan zijn we terug. En dan zijn we ook terug natuurlijk met Maarten Visser. Dan gaan we ook nog even praten over zijn carrière. En over wat hij nu doet. Hij maakt schaatspakken onder andere bij BioRacer. Maar we beginnen straks met de halve finales van de 500 meter. Dat zal gebeuren om 14:50. Ga lekker even de hond uitlaten. Pak wat lekkers te drinken. En zometeen spektakel op de 500 meter. Ik ga het je alvast beloven. Zometeen zijn we terug. 14:50 starten de races weer op de 500 meter. Dan is Maarten Visser terug. Dan ben ik terug. En gaan we genieten van het NK afstanden short track vandaag hier in Tialf. Tot zometeen. Tot zo.
aanpakken. Neem direct Tragitol met tweevoudige werking. Het vermindert snel de pijn en remt de bacteriën en virussen die keelpijn veroorzaken. Tragitol, al meer dan 50 jaar specialist bij beginnende keelpijn. In het oranje-paarse doosje. Heb jij altijd al eens schaatspassen willen doen in de gymzaal? Kijken of jij sneller aan de overkant bent dan je klasgenoten? Ga dan naar schaatsen.nl/ijstijd en kijk voor de allerleukste oefeningen.
En welkom terug, beste shorttrack vrienden en vriendinnen, shorttrack fans uit Nederland. Welkom terug bij het NK shorttrack afstanden in Tialf Heerenveen, het schaatshart van de wereld. Vorige week toneel van de International Invitation Cup, de eerste internationale wedstrijd na 291 dagen. Met hele mooie sport die we gezien hebben. En vandaag hebben we ook mooie sport gezien, want de eerste afstand zit er al op. 1000 meter hebben we eerder vandaag kunnen zien. Als je er niet bij was, vertel ik je dat Suzanne Schulting niet geheel verrassend de titel heeft gepakt. Het zilver was voor Selma Poutma, het brons voor Xandra Velzenboer. Gisteren nog gehuldigd hier als talent van het jaar voor de tweede keer op rij vanwege de wereldtitel en het wereldrecord in het relay team. En dat was samen met Anne-Floor Otter, met Georgie Dalrymple. En nou vergeet ik er toch één, een hele belangrijke, die bij het relay team hoort. Ga ik je zo vertellen. Zoek we even op. Ja. Belangrijk, Xandra Velzenboer dus, die vorige week een wereldrecord reed hier in de Invitation Cup. En nu het brons pakte op die 1000 meter. Bij de mannen dan het brons, mooie prestatie voor Friso Emons. Itzak de Laat leek in gewonnen positie, maar werd op de streep geklopt door Shinky Knecht. Vorige week titelwinnaar op de 1000 meter in de Invitation Cup. En vandaag dus de nationale titel voor Shinky Knecht op de 1000 meter. We gaan ons opmaken met collega Maarten Visser, onze co-commentator van vandaag. Een van de mensen die in het team van Wilf O'Reilly als bondcoach furoren maakte. Reed World Cups voor Nederland. Trainer bij Trias in Leeuwarden. En vandaag dus onze co-commentator. 500 meters, dat betekent spektakel, Maarten. Ja, 500 meter, 4,5 rondje sprinten. We gaan zo beginnen met die halve finales. Daar gaan de nummers 1 en 2 door naar de finale. Dus je moet altijd zorgen dat je bij de eerste 2 zit. We gaan de wedstrijd vervolgen met de halve finales. Daar natuurlijk start belangrijk, acceleratie, maar ook de finish. Ja, en we zien in beeld de naam. Waar ik net even niet op kon komen. Marijn Wiersma, nummer 7, helm nummer 7. Ook lid van het Gouden Relay Team van Nederland. Wat de wereldtitel pakte, het wereldrecord reed. En gisteren werd gehuldigd als talent van het jaar. Waarvan akte. Suzanne Schulting, plek nummer 1 in het geel. Helm nummer 3, Poutma nummer 4. En op plek nummer 2 in het donkerblauw. Het lichtblauw dan voor Jara van Kerkhof. En het helm nummer 7 dus voor Marijn Wiersma. En wat gaat Suzanne Schulting hard weg. Ja, dit wordt wel een spannende rit. Drie dames aan elkaar gewaagd. En het is toch zometeen Jara die op plek nummer 3 zit. Dat die nu wat gaat bedenken van hey, hoe kom ik zometeen bij die eerste 2. Want de eerste 2 plaatsen zich voor de finale. Ja, ze zijn natuurlijk wel een beetje aan de stand verplicht. Hè? Zilver op de 500 meter op de Olympische Spelen. Poutsma rijdt heel stabiel hoor. Ik denk dat hij dat wel gaat halen. Selma Poutsma in tweede positie. Ja. Het is nog steeds Suzanne die doortrekt. Laatste stukje. Ja, dan zie je dat één Suzanne Schulting, Poutsma netjes 2. En dan zie je dat Jara net tekort komt. Heel sterk gereden van Poutsma. Dat betekent dat nummers 1 en 2 zich plaatsen. Als je kijkt ook naar hoe ze rijdt, ik vind dat heel erg... geen kopie van Schulting, maar ze komt aardig in de buurt. Schulting en Poutsma, zij staan op de plekken voor de A-finale. Jara van Kerkhof en Marijn Wiersma op de plekken 3 en 4. En dat betekent dat we naar de tweede halve finale gaan kijken, Maarten. Met straks vanaf startpositie nummer 1 in het wit van de STN NTS Rianne de Vries. Xandra Velzenboer op plek nummer 2, net nog brons gewonnen op de 1000 meter. En Michelle Velzenboer, opnieuw 2 Velzenboeren in dezelfde race. Op start nummer 3, de beide zussen dus in deze race om te proberen in de finale te komen. En deze halve finale wordt compleet gemaakt door het helm nummer 10 van Joya Lancé. 3 weken geleden nog 7e op het Daikin NK Allround op de lange baan. Vorige week 2e op de 1500 meter in de Invitation Cup. Toen door een val knieblessure opgelopen. Invitation Cup niet af kunnen maken, maar wel bij ons als co-commentator aangeschoven. Maar gelukkig nu weer op het ijs. Startpositie nummer 4, helm nummer 10 is voor Joya Lancé. Het is Jeroen Strijker die de starter is vandaag.
Nou, ja, dat was even een tikje in het onderbeen van Xandra Veltenboer. Zo zag ik het. Ik weet niet wat jij zag. Ik kon het niet helemaal goed zien. Wat ik nog wel wil zeggen is dat Rianne de Vries staat op startpositie 1. Dat is altijd de meest ideale positie. Dan sta je recht voor het eerste blokje. Dan kan je meteen gas geven en als eerste de bocht ingaan. Startpositie 2 is ook een mooie positie. Maar zoals Joya staat op 4. En die, dan moet je echt heel hard starten om goed mee te kunnen de eerste bocht in. Nou, Rianne de Vries natuurlijk voormalig Europees kampioen op deze afstand. Een 500 meter. Ze zijn nu wel goed weg. Het is inderdaad Rianne die als eerste de bocht induikt, gevolgd door Xandra Velsenboer. Dan haar zusje Michelle. En Joya die doet er nu alles aan om dat gat dicht te rijden. Xandra Velsenboer schiet van 2 naar 1. En dan is het zaak om de snelheid hoog te houden, ideale lijnen te rijden en gas te geven. We gaan naar de laatste ronde in Michelle. Gaat al binnendoor bij Rianne. Ja, en dan gaan de twee zussen. Oei, je zag het gebeuren, hè? Ja. Gewicht achterop. Benen liepen weg onder het lijf. Wat zonde. Ze lagen op de plekken 1 en 2, de zussen. Ik denk toch dat Michelle op een gegeven moment ook dacht van, oh, ik zit nu op een hele goede positie. En dan gaat alles meespelen. En dan ga je net te ver achterover, verlies je coördinatie en helaas zonde. Ja. Dit zijn de kansen die je weinig krijgt. En jammer dat dan misgaat. Dat betekent dat we straks in de eerste finale terug gaan zien Xandra Velsenboer. Ja, Xandra Velsenboer is door naar de A-finale. En Rianne de Vries toch nog. Lag eigenlijk in geslagen positie voor die finale plek. Maar door de val van Michelle Velsenboer schuift ze door naar de A-finale. De voormalige Europese kampioenen op deze afstand. Soms moet je ook een beetje mazzel hebben. Ja, dat is ook short track. Je weet eigenlijk nooit wat er gebeurt. Wat de valpartijen kunnen zijn, disqualificaties. De uitslag is altijd bekend als iedereen over de streep is. En je weet van tevoren nooit hoe het is. Nee, zeker niet. Een wijs man heeft me ooit eens verteld. You first got to finish before you finish first. En dat geldt zeker voor short track. En dat maakt het ook zo leuk dat je nooit weet wie gaat winnen. Zegt Jeroen Otter altijd mooi, hè? Die heeft het ook altijd over onze sport. Prachtig als hij interviews geeft. En die vertelt altijd over dat onze sport zoveel verrassingen kent. Zo verrassend kan zijn. Ja, wat geen verrassing is, is de tegenstand van deze mannen. Want deze mannen die trainen elke dag met elkaar. Meerdere keren. Itzhak de Laat vertrekt op plek nummer 1. Helm nummer 19 in het geel. Shinky Knecht, de winnaar van de 1000 meter. Nederlands kampioen. Op startpositie nummer 2 met helm nummer 18 en het rode hes. Dan Daan Breusma. Dan hebben we meteen de ruggengraat van de Nederlandse relayploeg voor de mannen. Is vertrokken in het donkerblauw vanaf startpositie nummer 3. En Jenning de Bo. Ja, en van dit soort races, hier leer je van. Ja, absoluut. Itzhak heeft een hele snelle start. Echt een hele goede eerste bocht. Een hoog ritme weggelopen bij Shenki. Nou zie je dat Shenki op zijn snelheid het gat alweer dichtgereden heeft. Daan zit mooi te kijken van, komt er een kans voor mij op derde positie? En Jenning, die leert hiervan. Die vindt het alleen maar mooi om met deze mannen te racen. Het is Shenki die toch bij Itzhak binnendoor komt. Als het zaak dat Itzhak alles dicht moet houden voor Daan. We gaan naar de finish. En dat is Shenki als eerste. Itzhak 2, Daan 3. En voor Jenning een mooie ervaring om met deze mannen te rijden. Ja. En mooi ook, hè? Hij schudt zijn hoofd. Had er meer van verwacht misschien, had meer gewild. Ja. Maar dit zijn dingen die neem je mee. Dit is bagage voor Jenning de Bo. Zeker. Mooie racer. Je ziet aan Itzhak, Daan en Shenki, die rijden zoveel met elkaar. En dan is dat laatste stukje is dat moeilijk te overbruggen, hoor. Wel heel netjes, Jenning de Bo 41. Dat zijn wel de tijden waar je mee thuis mag komen. Dat is wel knoerhard, hoor. Dus chapeau ook voor Jenning. Ik hoop dat Knecht meteen, dus en Itzhak de Laat gaan wel door naar de A-finale. Dus er is hier een kans, ook voor de trots van Trias Leeuwarden, Itzhak de Laat. Ja, hij kan het zeker. Hij kan het echt. Itzhak is was toen hij ging shorttrekken een vrij klein nieuw mannetje. Met heel veel gevoel voor glijden techniek. En heeft het laatste jaar echt zoveel trainingsarbeid geleverd. Veel in krachthonk gezeten, conditie opgebouwd. En is nu
in het World Cup circuit een vaste waarde. Ja. En nu begint eigenlijk voor Isaac de Laat echt de strijd om de podiumplaatsen op een World Cup, op WK, EK. Ja, dat kan hij natuurlijk gewoon. En dat, ja, dat is de next step, zeg maar. Next step is ook onze volgende race, waar we naar gaan kijken hier op de livestream. Fijn dat je meekijkt namens de KNSB, namens de partners van Schaatsen Nederland, Daikin, Link & Co. Namens IJsstadion Tielf, Korte Club Tielf en Tichtsports. De mensen achter de schermen van dit NK afstanden. Fijn dat je meekijkt. Tweede halve finale. Nummers 1 en 2 gaan door naar de A-finale. We hebben opnieuw, net hadden we de gezusters Velsenboer, nu de gebroeders van het Woud in één race. Jens van het Woud met 29, 36 is Hessel van Berkum, 24 Melle van het Woud en 30 Hugo Bosma. Ja, ik zie dat de mannen van het Woud met z'n tweeën vertrokken zijn. Ja. En die, nou ja, er zit er net een gat naar Hugo Bosma. Ja, die moet dan heel veel arbeid verrichten om dat gat dicht te krijgen, maar dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken. Dus we gaan naar de finish. Ja, en de gebroeders zijn door. Dus Jens van het Woud als eerste, Melle van het Woud op de tweede positie. Hugo Bosma en Hessel is vierde geworden. Ja, beide broers door. Ja, ze hadden een mooie acceleratie. Snel met z'n tweeën weg. Ja, en als je dan in die eerste meter zo'n gat hebt, dan is het lastig dicht te rijden. Ja, mooi gezicht. Maak even een foto van je screen als je zit te kijken, als je bij de familie van het Woud hoort. 1 en 2, het is nog wel de halve finale, maar toch. De mannen staan samen straks in de finale van de 500 meter. Mooie, onlangs liet Melle van het Woud weten, een van zijn grote dromen, behalve Olympisch kampioen worden, zoals elke shorttrekker, om op een wereldkampioenschap samen met zijn broer op het podium te staan. Als grote ultieme droom. Mooi. Betekent ook dat we dus weten dat de beide van de Wouds doorgaan, dat ook Itzhak de Laat en Shinky Knecht doorgaan. Ik denk dat dat een hele mooie finale wordt. Ja, het zijn een beetje de gevestigde garde tegen de jonkies. Ik hoop een spectaculaire, snelle rit. Ja. We gaan nu kijken naar de wedstrijden om plaatsing in de D-finales. En dat betekent ook dat we twee races gaan hebben bij de vrouwen, twee bij de mannen. Nummers 1 en 2 gaan door voor de C-finale. Dus dat betekent voor plek nummer 9 in de eindstand van de 500 meter. De C-finale die gereden gaat worden. Maar dan moet je eerst nog even in terecht komen. En dat kan je doen door te winnen of tweede te worden in deze race. En deze race is Diede van Oorschot en Jaël Prenger. Kennen elkaar ook van het lange baan schaatsen. En Anne-Floor Otter. Ook zij was dus bij een van de talenten van het jaar. Gisteren de huldiging. Hier in het schaatshart van de wereld. Door de wereldtitel relay. En oei, oei, oei. En ze valt op het einde. Oh, heel knap op de been gebleven. Oei, dit is Short Track. Heel knap op de been gebleven van Anne-Floor Otter. Maar dat betekent wel een klein gaatje. Ja, je moet heel veel een snelle reactievermogen hebben. Mocht dat voor je gebeuren, mocht iemand inderdaad met zijn punt in het ijs wegglijden, blokje stappen, dat je daar niet de dupe van wordt. Aan de ene kant wil je wel achter iemand zitten om zo min mogelijk arbeid te verrichten. Maar ja, je moet ook alert zijn op eventuele valpartijen of onverwachte bewegingen. Ja. Anne-Floor heeft dat goed opgelost. Zeker. Ja. Respect. Goed gedaan. Dochter van bondscoach Jeroen Otte. Ja, vorig jaar in de NTS. Ja. Dit jaar in de KNSB Talent Team Noord. Dus die heeft ook de genen van de vader geërfd betreft het short track. En we zien het staan. Diede van Oorschot. Zij gaat acteren in die C-finale. Samen met Anne-Floor Otter. Jaël Prenger, helaas door een val, is nu aan het finishen. We gaan een fluitje horen van Gjalt Biesma. En helaas door een val gaat zij niet in de C-finale uitkomen. We hebben nog twee plekken voor die C-finale. En die gaat tussen Esther Gijsbers, Nikki Noordegraaf en Femke de Boer. Hier de meiden van RTC Midden. Prachtige outfits ook. Zien we daar bij de poortwachter van de heatbox, Hanni Schulting, de moeder van Suzanne. Ja, leuk om te zien dat die nog zo actief zijn ook met dit soort wedstrijden. Absoluut. Ja, en respect ook. We hebben vorige week even gesproken met de voorzitter. Hier ook in de livestream van de Short Track Club Tialf.
Want het was natuurlijk allemaal heel spannend om binnen al deze coronamaatregelen een goede wedstrijd af te leveren. En ze hebben dat meer dan voortreffelijk gedaan. We gaan de wedstrijd weer vervolgen nu met de tweede halffinale van de week. Je ziet dat het 500 meter. Drie jonge dames zijn. Echt nog bezig om in de fase van het trainen om te presteren. Die zijn hun niveau elke dag weer bezig om beter te worden. Ze komen eigenlijk een beetje uit de Starclass competitie. Dat is een Europese competitie waarbij veel gewestelijke talententeams met elkaar strijden. Verschillende landen. Eigenlijk een soort Europese competitie voor junioren. En daar doe je altijd heel veel ervaring op in het buitenland. Ze zijn goed weg. En dat is de start. Is van 3 naar 1, of startpositie 3 naar positie 1, Femke de Boer. Nummer 16. Trekt meteen hard door. Daarnaast is het Esther Gijsbers, tweede positie, en Nicky Noordegraaf, sluiterij. Dus deze dames komen elkaar in de Nederlandse competitie tegen, maar ook in de Starclass competitie en op dit NK. Ja, je had het, in de vorige race zagen we Diede van Oorschot in actie. Winnares van die Starclass vorig seizoen, van de hele competitie. Equivalent van de Oost-Europese landen, de Danubia Cup. Klopt. Voor de Intimi, die weten waar het over gaat. Terug naar deze race en een mooie overwinning. Voor de nummer 16. Femke de Boer. Ja, Femke komt uit Stiend, mooi plaatsje in Friesland. De ouders hebben een mooie grote boerderij. Je ziet het ook vaak, hè, dat bij schaatsen veel boeren, ja. Zonen en dochters. Daan Breelsma. Ja, Daan Breelsma is een goed voorbeeld. Even de uitslag hier, Maarten. Met Femke de Boer inderdaad, Esther Gijsbers. We zien hen terug in de C-finale. En Nicky Noordegraaf zien we in actie in de D-finale straks van deze 500 meter. Gaan we overschakelen naar de mannen. Maar ook de mannen hebben we nog wat races te rijden om te bepalen wie er in de C-finale gaat komen. Herstel in de D-finale zelfs. De D en de E-finale dus voor de final ranking, de einduitslag van deze 500 meter in het NK afstanden shorttrack. Nieuwe wedstrijd over 3 afstanden, eigenlijk zoals de Olympische Spelen worden gereden. Dus alleen de losse afstand, geen klassementswedstrijden. En dat heeft ook weer een beetje te maken met de nieuwe puntentelling die eraan gaat komen. De ISU is druk aan het vergaderen. Nederland heeft daar een belangrijke stem in die vergaderingen. Om de puntentelling voor het allround kampioenschap aan te gaan passen. Je kunt daar alles over lezen op knsb.nl, de website van de schaatsbond. Met die nieuwe puntentelling. 0, 2, 3 en 4 punten gaat het worden. Tipje van de sluier. Maar eerst terug naar deze race. Want de mannen gaan kleunen. Jan Bergmans heeft zijn weg gestart. Het is Niels Kingma die de kop heeft genomen. Lekker gas geven met z'n allen. En het is nummer 25 waar we toch het meeste van verwachten. Friso Eemond. Brons op de 1000 meter. Precies. Die moet hier toch zich even laten zien. Teun Boer heeft inmiddels overgenomen van Niels Kingma. Teun Boer stond in de A-finale met de mannen. Ja. Je ziet toch dat die man daardoor wat zelfvertrouwen krijgen. En ook deze 500 meter tot een goed einde brengt. Eén Teun Boer. We hebben de eerste plaats voor Teun Boer. Twee is Niels Kingma. De derde plaats Friso Eemond. Friso Eemond is 3. En de 4 is de Daan Kos. Ja. Niels Kingma heeft al een paar keer gezegd, voor de mensen die ook net inschakelen. Als je de hele wedstrijd, de hele uitzending kijkt, dan zul je wat herhalingen horen vanuit onze monden. Maar dat betekent ook dat we natuurlijk rekening houden met de mensen die later inschakelen en we toch even graag bij willen praten. Zodat we ook al weten dat de 1000 meter eerder vandaag is gewonnen door Shinky Knecht en Suzanne Schulting. Nu Teun Boer, die deze race wint voor Niels Kingma en dat is de nationale allround kampioen bij de junioren A. 42-2 is toch best netjes. Ja, ik zit even naar die ranking te kijken. Want Jens van der Waal, vorige week in de Invitation Cup, reed hij de derde seizoentijd van het jaar. 41-1. 41-18, zullen we zeggen. Dat was vorige week. Daarmee is hij de snelste Nederlander van dit seizoen. Ja. Nou, waren er niet heel veel wedstrijden dit seizoen.
Er staan nog een paar Russen die het hard hebben in de competitie tot nu toe, zowel in de wedstrijd. Ja. Maar dat is knap als je dan 41-1 rijdt, hoor. Ook nu gaan we weer kijken naar de twee nummers 1, of de nummers 1 en 2. En de snelste derde van deze twee races. En nou, mooi te zien, mooi plaatje. Maak dan een foto als je van RTC Midden bent. Want we hebben vier man in beeld die het op gaan nemen tegen Dennis Visser van de NTS. Hij is vertrokken van de eerste startpositie. Maar van midden zijn er Kai Huisman met 33, Kasper Dauma met 38, met 34 jaar Ivan Polen en met 37 Ingmar van de Griek. En de race is afgefloten. Ja, ja, als drie mannen in de eerste bocht onderuit gaan, dan zeker voor het onzekere. Nou, ze staan allemaal weer. We gaan gewoon weer opnieuw beginnen. Altijd even link. Maar dit is goed afgelopen. Ja, gelukkig wel. Jan Bergmans, de starter, gaat ze zo meteen weer opnieuw wegschieten. Ja, ervaren man ook. Ja, internationaal actief. Zeker, zeker. Ik denk dat hij al 20, 25, misschien wel langer meegaat. Zowel internationaal, nationaal, maar ook op de regio-wedstrijdjes. Ja. En vier mannen vanuit het KNSB Talent Team midden. Maar Niels Kerstholt mooie dingen doet. Ja, Niels en Bas proberen die lichting aan een hoog plan te tillen. Nou, Dennis Visser, net als in de vorige rit, neemt de controle. Hij moet zichzelf ook even laten zien natuurlijk. Een hele blauwe, of de wit, rood, grijze, zwarte trein komt erachteraan. Ja, we moeten nog nu anderhalf rondje volhouden, Dennis Visser. Maar dan gaat er toch wel eentje heel goed mee daar. Kai Huisman. Vorig jaar ook heel goed deed in de startklas. En die toch het makkelijkste kan volgen. Maar volgen, daar blijft het bij. Het wordt Dennis Visser niet meer lastig gemaakt. Maar wel een ja, belangrijke tweede plek voor Kai Huisman. Dat betekent toch dat hij doorgaat naar die D-finale. Betekent dat we die... Ja, halve finale erop hebben zitten. De baan is ook redelijk afgereden, zie ik wel. Veel. Ja. Ondanks het water wat erop ligt, er zit toch veel beschadigingen. Daarom gaan we nu weer dweilen. Ja, we gaan de baan even verzorgen. En ja, ook weer complimenten ook voor het technische team van Tialf. Die vorige week een fantastische ijsvloer hebben neergelegd. Snelle tijden zijn gereden, tot records aan toe. En ook deze week weer. Wat gedoe over de lange baan, maar laten we ook in de lange baan toernooi niet vergeten dat het alleen maar persoonlijke records heeft geregend en kampioenschapsrecords. Dus ik denk dat het nog zeker een compliment op zijn plek is voor het technische team van Tialf, dat onder moeilijke omstandigheden toch zijn werk moet doen. Dat betekent ook dat wij ons gaan opmaken voor die finales. En daarvoor gaan we, zoals Maarten jullie net al vertelde, even de baan verzorgen. Nog even om af te sluiten, Maarten, want we hadden het net al even over. Jij bent zelf lid geweest van het Nederlands team. Over welke periode praten we? Ja, dat was de periode 93-95. Ik mocht toen wat World Cup rijden in Canada, Amerika, Nederland, Groningen nog. En in die tijd was de bondscoach Wilf O'Reilly. Dat is nu de discipline manager shorttrack. Zelf Olympisch kampioen, hè? Ja, precies. Ja. De demonstratiesport. Ja, die is tegenwoordig achter de schermen bij de KNSB heel goed bezig. Hij is tevens ook nog BBC-commentator bij belangrijke evenementen. Dus die heeft me geprobeerd naar een hoog plan te trekken in die tijd. Ja, veel geleerd, veel gedaan. Mooie periode. Maar het belangrijkste waar ik meest voldoening uit gehaald heb, is toch wel mijn trainingscarrière bij Trias Shorttrack. We hebben die club samen met Mark Scheepstra en een aantal bestuursleden wat groot gemaakt. Maar ook het Friese gewest met Phil Bojacka heeft er ook een groot aandeel aan gehad. En eigenlijk de rijders die nu aan de start staan, zijn daar grotendeels komen uit die stroming, uit die tijdsperiode. Ja, en het is gewoon leuk als je kinderen van Isaac de Laat als voorbeeld, die is binnen gewaaid en die hebben wat kunnen laten schaatsen. En als
die ziet hoe wat stappen die gemaakt heeft tot nu toe. Ja, fantastisch. Fantastisch. En short track liefhebber ben je voor het leven, hè? Zeker, ja. Absoluut. Fantastisch. Dankjewel, Maarten. We gaan zo meteen door met die finales. Nog even vertellen dat in de vorige race Ingmar van de Griek tegen een penalty aangelopen is. Voor de statistieken is dat belangrijk om even te melden. De baan wordt nu verzorgd. We gaan ons opmaken voor de finales. Je kunt weer even lekker een kopje thee, een kopje koffie gaan zetten. En dan klaar gaan zitten voor de finales zometeen van de 500 meter. Je hebt nog een belangrijke mededeling, Maarten. Ja, ik kreeg een appje dat niet alleen nationaal wordt meegekeken, maar ook internationaal. En, ik wou even de groeten doen aan de vrienden in Oostenrijk. Mijn oud racemaatjes Joost Smit en zijn vrouw, die hebben daar mooi pensioen in Oostenrijk. En die zit ook mee te kijken, wel grappig om te zien. Zo is het. Ja. Ik denk ook zeker ook onze Belgische vrienden die meekijken. Er waren een vervelende valpartij is geweest afgelopen week in de training. Klopt. En wij wensen natuurlijk heel veel beterschap en een vlot herstel voor onze Belgische shorttrack vrienden. Zeker. We weten het. Internationaal, niet alleen bij het nationale kampioenschap. De baan wordt verzorgd. Dat betekent dat wij gaan afsluiten en jullie straks terug gaan zien. En volgens schema gaan we dat doen om 14:49. Eventjes 11 minuutjes voor 3 uur dus zijn we terug met de finales van de 500 meter. NK afstanden 2020 hier in het schaatshart van de wereld in Tialf. Tot zo! We'll be right back.
nou in de grond. Dat is ook nog tricky.
Welkom terug, kijkers, naar de livestream van het NK afstanden Short Track 2020 in het schaatshart van de wereld. We gaan bijna beginnen aan de 500 meter finales, de tweede afstand waar de medailles verdeeld gaan worden. Eerder vandaag zagen we de 1000 meter bij de vrouwen gewonnen worden door Suzanne Schulting. Niet helemaal verrassend natuurlijk. Selma Poutsma pakte zilver, Sandra Velzenboer het brons. Bij de mannen was het op de streep. Shinky Knecht, zijn uitschuifbeen, doet het ook weer. We zagen het gebeuren. Itzak de Laat in controle van de race tot op de laatste centimeter, dacht hij. En die laatste centimeter was het toch Knecht. Emons pakte daar het brons, Friso Emons. En dat betekende de eerste medailleverdeling van de dag. We gaan ons nu opmaken voor de A-finales en de B-finales van de 500 meter. 4,5 ronde, dat doen we samen met Maarten Visser, een voormalig lid van de nationale shorttrack selectie. Terug in de jaren 90, destijds onder leiding van Wilf O'Reilly, reed hij onder andere World Cups. Maakte furoren als trainer bij Trias Leeuwarden en zit vandaag bij ons aan tafel. Maarten, ben je een beetje aan het genieten? Ja, fantastisch. Dat shorttrack blijft gewoon zo'n fantastische sport om te zien. Wordt mooi gereced en mooie resultaten ook tot nu toe. Snelle tijden. Ja, snelle tijden. En we gaan kijken naar de B-finale. Dat is voor plek nummer 5 in de einduitslag van deze 500 meter. Jara van Kerkhof, zilver op de Spelen. Nu in de B-finale voor plek nummer 5 in het lichtblauw van de NTS met helm nummer 1. Naast haar staat Joya Lanceo op plek nummer 2. Marijn Wiersma. Wereldkampioene, talent van het jaar, gehuldigd gisteren als lid van het relay-team en wereldrecordteam bij de junioren, staat op plek nummer 3. En Michelle Velzenboer, de zus van Sandra, staat op plek nummer 4. Vertrokken, inmiddels is de situatie alweer op. Ja, die is als een duvel uit een doosje vertrokken. Je ziet ook een hele snelle start gemaakt en trekt hem nu hard door. Het is... Michelle die in, helaas in halve finales het niet redden. Maar toch heel dicht in de buurt komt nu bij Jara. Joya zit nu op het vinkertouw en probeert te kijken of ze nog een gaatje kan vinden. Maar het is toch Jara die hier netjes als eerste over de finish komt. Michelle 2 en Joya derde plek. En als laatste is het Marijn die over de finish komt. Officieus natuurlijk, weten het. Voor de mensen die niet uit de sport komen, maar toch de livestream kijken. Dankjewel, fijn dat je erbij bent. En namens de KNSB, namens de partners van Schaatsen Nederland, Daikin, Link & Co. Namens IJsstadion Tiof, namens Shorttrack Club Tiof en Tichtsports. Fijn dat je erbij bent en dat je meekijkt. De B-finale voor plek nummer 5. Jara van Kerkhof gaat dus als nummer 5 de boeken in van dit NK afstand op de 500 meter. Michelle Velzenboer is tweede in deze race, zesde in de einduitslag voor Joya Lancé en Marijn Wiersma. Ja, gaan we nu door naar die prachtige finale? Absoluut, A-finale. Ga er maar eens even goed voor zitten. Zet je laptopscherm maar eens even rechtop. Hou je mobiel dicht bij je neus, want de 500 meter gaat spektakel worden. Want we hebben een fantastische line-up voor die finale. Ja, ik denk dat het heel spannend gaat worden tussen Suzanne en Selma. Xandra die zou ook nog best wel zich mee kunnen bemoeien. En Rianne zie ik even als een outsider. Ja, maar pas op, hè. We hebben het wel over de Europese kampioenen 2017 op deze afstand. Xandra Velzenboer, wereldkampioene junioren op deze afstand. En deed vorige week een wereldrecord, 42.988. En dan op Selma Poutsma. Lag vorige week in de clinch met Suzanne Schulting op deze 500 meter. Dus ik wil het nog wel eens zien allemaal. Zij rijdt met helm nummer 4 in het donkerblauw van de NTS. Sandra Velzenboer in het oranje met helm nummer 6. En je hoort het stadionspeaker Piet Broekhuizen zeggen. Start nummer 1. Positie nummer 1 is voor Suzanne Schulting met helm nummer 3 in het geel. Nog een keertje uitleggen waarom dat gebeurt. Het voorstellen van de rijders als er geen publiek is. Dat is toch een beetje om het ritme erin te houden zoals het altijd gaat. Als we dat nu in één keer allemaal anders gaan doen. En straks, hopelijk komt er weer een tijd na corona. Dan gaan we dat weer allemaal ombouwen. Dat doen we niet. Dus we gaan nu gewoon voorstellen zoals we dat altijd doen. De rijsters zwaaien ook bij het horen van hun naam. En zwaaien dan naar de camera, naar jullie thuis op de livestream. En zo houden we het ritme als het wordt. En we zijn vertrokken. Suzanne Schulting op de eerste startpositie. Kortste weg naar de eerste bocht. Allemaal goed door de eerste bocht heen met Schulting aan de leiding. Ja, Schulting gaat hem nu opbouwen. Je ziet dat uitaccelereren in de bochten. En toch weer die Selma Poutsma op tweede positie. Die volgt Schulting waar ze gaat. En dan is het Xandra op derde positie. Oh. Kijk, daar gaat Selma al. Die gaat gewoon proberen. Oei, wat zonde. Dat is jammer.
dan zie je dat, dat alles moet kloppen. Een hele mooie inhaalactie van Selma op Suzanne. Ja, dan houdt ze hem niet in die bocht. Intussen is het toch Suzanne die doortrekt met Xandra op de tweede plek. En we gaan zo meteen naar de finish kijken. Gaat Xandra? Nee, die komt er niet meer aan. Het is toch Schulting die vol verwachting ook gewonnen heeft. Ja. We hadden het gezegd, hè? Vorige week lagen ze al met elkaar in de clinch. Fantastische actie van Selma van. Selma, Paulusma. Ja. Magnifiek, zou ze een paar jaar geleden zeggen. Maar nu eindigt dat in de kussens. Heel, dat is toch wel heel spijtig. Zonde, zonde. Ja, ja, ik had het nog wel eens willen zien als ze was blijven staan, hoe dat gegaan was. Maar je ziet, met alle respect voor Paulusma, omdat Schulting is toch de koningin. En dat geeft wel, je moet wat extra moed verzamelen om die te kunnen aanvallen. Nou, en zij doet dat toch elke keer weer. Dat is wel respectvol. Absoluut. Suzanne Schulting pakt haar tweede titel van de dag. Moeder Hanny blijft gewoon haar taak vervullen. Terwijl haar dochter zojuist Nederlands kampioen is geworden. Prachtig daar in het gele shirt van de shorttrackclub Tialf. Die hier altijd fantastische dingen doen. Suzanne Schulting onder onsje nog met Jeroen Otter. En dat geldt ook voor Selma Paulusma. Ja, kunnen we mooi even meepakken deze beelden. Toch even een korte analyse daar. Ik zag haar ook even met het hoofd schudden van ja, ik weet het ook niet. Ik kon niet helemaal goed zien waardoor ze nog viel. Of ze of met de schoen op het ijs kwam of een blokje. Maar het leek erop dat ze onderuit gleed. Moeten we maar even van mezelf horen straks. Ja. Brons dus toch voor Rianne de Vries. Het zilver voor Xandra Velzenboer. Die daarmee de collectie van vandaag compleet aan het maken. Ja, bijna compleet aan het maken. Brons had ze al, zilver heeft ze nu. En we hebben nog een afstand te gaan. Wie weet wat er in het vat zit voor de wereldkampioenen junioren op de 500 meter. Gaan wij nu kijken naar de B-finale van de mannen. Ook dat dus weer in omgekeerde volgorde, zullen we maar zeggen. Voor plek nummer 5 in de einduitslag van deze 500 meter gaan in actie komen Daan Breusma, 17, donkerblauw, NTS. Met 35 de junioren B-kampioen met Jenning de Bo. Met nummer 30 op plek 3 Hugo Bosma. Met nummer 36 op plek nummer 4 Hessel van Berkum. En dan hebben we de twee mannen van jouw clubje bij, Maarten. Ja, zeker. Kijk, Daan die trekt hem hard door, hoor. Dus die mannen moeten alle zeilen bijzetten om te kunnen volgen. Dus heel gaat hard. Maar ik zie dat ze langzaam dichterbij komen. De eerste drie dicht bij elkaar. Ja, drie mannen van KNSB Talent Team Noord. Ik hoop niet dat Daan al te zenuwachtig wordt van die mannen. Maar tot nu toe lijkt dat goed te gaan. Zometeen nog één rondje te gaan. Daar is de bel voor de laatste ronde. Ja, dat zou het nu moeten gebeuren. Wil je nog een plek opschuiven? Maar het tempo is al hoog, hoor. Mooi hoe hij even onder de rechteroksel doorkijkt. De Breeuw. Hier heel cool als hij altijd is. Pakt hij de overwinning. Mooi natuurlijk, die jonge honden. Maar vandaag even niet, zegt Daan. Nee, je ziet toch dat Jenning en Hugo Bosma nog met elkaar even in de clinch komen op de streep. Maar toch Hugo als tweede over de finish komt. Ja, en Jenning wordt derde. Leuke rit, leuk om te zien. Ja, zeker. En mooi gedaan ook, hè. Ja. Daan Breusma, de oudste van alle deelnemers. Precies. En, maar daardoor ook de meeste ervaring. Tweevoudig wereldkampioen in het relay, vijfvoudig Europees kampioen in het relay. En de man misschien wel met de meeste short track rondjes van 111 meter en 12 centimeter in de benen van iedereen hier. Absoluut. En dat liet zich even gelden in deze B-finale voor plek nummer 5. Ja. En dat betekent, ja, en dit wordt ook smullen, dames en heren. Dit wordt smullen. Hiervoor gaan we even op het puntje van de stoel zitten. Absoluut, want zometeen in de A-finale, je zal zometeen het voorstellen horen door stadionspeaker Piet Broekhuizen. Shinky Knecht op positie nummer 1, de Nederlands kampioen op de 1000 meter, vandaag geworden. Itzak de Laat, zilver op die 1000 meter eerder vandaag. Op plek nummer 2, nummer 19. En Shinky Knecht daar in het rood. Dan de gebroeders van het Woud. Mooi voor de familie en vrienden die nu meekijken op de livestream. De beide gebroeders. Ambitie om samen ook het wereldkampioenschap te gaan domineren. Misschien lukt het vandaag op de 500 meter bij het NK. Jens van het Woud staat op startplek nummer 3. De revelatie van vorige week bij de Invitation Cup. En op startpositie nummer 4, Melle van het Woud. Startpositie 2, Isaac de Laat. Ja, zo'n 500 meter moet echt alles goed gaan. Mag je eigenlijk geen foutje maken. Dat wordt op de 500 meter heel snel afgestraft. Dus het zal volle concentratie worden bij alle vierde mannen. Melle van het Woud. Ja, mooi. Jens die applaudisseert voor Melle. Mannen, short track grootgebracht bij de AC Jaap 1 in Amsterdam.
En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, dan is het toch heel spannend. Valse start. Ook even uitleggen, Maarten, voor de mensen die het short track elke week volgen. Hoe zit het met die valse start? Ja, je mag een valse start maken. Als je naar de start gaat en je maakt een valse start, dan bij de tweede instantie heeft iedereen een valse start. Dus als er een tweede start komt en je maakt hem dan vals, dan gaat één van de vier rijders eruit. We zijn hier wel mooi weg. Ja, goed weg. Schenkje gaat nu kijken. Die gaat eerst even zijn positie zoeken. Nu geeft hij gas. Dus het is mooi om te zien dat de rechterend houdt hij wat in. De bochten trapt hij vol door. Waardoor het peloton wat bij elkaar komt. En dan komt er ook ruimte om in te halen. Ja. Dat zie je bij de mannen van het Woud. Die maken daar meteen gebruik van. Oh. Ietsak mag pakt hem heel mooi terug. Ja, en nu is het weer even kijken. Herpositioneren. En met nog één rondje te gaan en kijken wat er kan. Maar Schenkje zit al, die heeft een heel mooi gat geslagen in op Ietsak. Ietsak moet nu alles dicht houden om die tweede plek te behouden. Maar dat gaat goed komen. Ja, knap, Schenkje. Ja. Wat voor dikkie. Die doet het weer, hè? Oei. Een mooie brul van de schicht uit Bantega. Hij is er ook oprecht blij mee. Kijk eens even. Ja, mooie gebaren. Dit betekent veel, dames en heren. Betekent veel voor Schenkje Knecht. Het betekent veel voor de short track in Nederland. Hij pakt de tweede titel van vandaag. En eigenlijk, short track is nooit eenvoudig. Maar dit leek toch een... Ja. Ja, je ziet dat Schenkje natuurlijk al zijn ervaringen, hij heeft de afgelopen tijd natuurlijk wel een beetje in op de achtergrond weer aan zijn herstel gewerkt. En nu is eigenlijk die omslag weer naar de podiumplek. En dat is wel heel knap hoor, dat is mooi om te zien. Ja, en dan Ietsak, die kan dat dan op een manier toch niet helemaal pareren. Maar goed, rijdt wel goed mee, goede uitslag mee. Leuk om te zien. Maar ook dat de mannen van het Woud toch proberen in die race nog een voet ertussen te krijgen. Het was even een mooie actie hè, van Jens van het Woud. Revelatie van vorige week. Won de 1500 meter. Toen gedisqualificeerd. Geen transponders. Won een dag later de 500 meter. Met speelsgemak, met bravoure. Wat we graag natuurlijk zien van deze kerels. Die bravoure zat er nu ook weer in. Maar dat was een rondje te vroeg. Ja, dat is een kwestie van time. Wanneer ga ik? Wanneer doe ik wat? Ja, nu was het even iets te vroeg. Schenkje Knecht pakt zijn tweede gouden medaille van vandaag. Hij is naast Nederlands kampioen op de 1000, nu ook Nederlands kampioen op de 500 meter. Ietsak de Laat pakt opnieuw het zilver. Het brons is voor Melle van het Woud. De oudste van de twee gebroeders pakt een podiumplek. En dat is knap gedaan. Dan gaan we door met de C-finale bij de vrouwen. Dat betekent plek nummer 9 in de einduitslag. En daarvoor gaan strijden Femke de Boer, Esther Gijsbers, Diede van Oorschot en Anne-Floor Otter. Otter met nummer 8, Moorschot met nummer 11, Gijsbers met nummer 12 en Femke de Boer met nummer 16. En we zijn vertrokken. En het is Femke de Boer die aan de leiding gaat van het peloton. Anne-Floor schuift door naar de tweede plek. Nou, dan is het even zaak om... ondertussen gaat er een blokje mee. Zaak om snelheid te maken, goed doortrappen in die bochten, in je houding te blijven, veel gas te geven. En om te zorgen dat je zo snel mogelijk die rondjes afwerkt. Het is toch gewoon Anne-Floor die overneemt. De dames van talentteam Noord, Dave Steeg, Leon Bloemhoff, de trainers die deze dames begeleiden, zien dat het voortreffelijk gaat. Inmiddels zijn we bij de finish gekomen. Ja, gewoon top 10 van Nederland, hè? Anne-Floor Otter pakt die 9e plek. De eerste de winst in deze race. Anne-Floor Otter, de tweede plaats voor Femke de Boer. Femke de Boer is de nummer 10, maakt de top 10 compleet van de einduitslag van deze 500 meter. Met de eerste twee plekken in deze race. Hebben we nog een race te gaan voor de plekken 13 en 14? Terwijl we dan weten dus dat Diede van Oorschot nummer 11 is geworden en Esther Gijsbers nummer 12. Toevallig ook hun helmnummers op deze 500 meter. En dat betekent dat we om het klassement compleet te maken ook een race gaan krijgen voor de plekken 13 en 14. En die gaat tussen Nicky Noordegraaf en Jaël Brenger. Die mogen met z'n tweeën gaan strijden. Ja, en we hebben al eerder even gesproken ook over Jaël Brenger. Ook vele medailles al in de tas en kampioenschappen op het lange baan schaatsen.
En ook in de short track een van onze grote talenten. Dat geldt zeker ook voor Nicky Noordegraaf. Uit de stal van Benny Bruggemans. Uit de short track hoofdstad van Nederland, Dordrecht, mogen we toch zeggen. Ja. Na zoveel mooie toernooien daar. En er komt weer een mooie aan. Het wereldkampioenschap straks, het eerste weekend van maart, verplaatst van Ahoy Rotterdam naar Dordrecht. Hopelijk met publiek. Het is pas in maart, laten we het hopen. Er is nog een persconferentie te gaan aanstaande dinsdag. Ja, ik baalde wel een beetje hoor. Want ik had Rotterdam toch wel weer vol zien zitten. Ja, met, net als een paar jaar geleden. Geweldig. Ja, maar we concentreren ons even op deze race. Het gaat om de plekken 13 en 14 van de einduitslag van de 500 meter. Ja, en elke race is er gewoon één in het short track. Ja, alles moet afgewerkt worden. En ook als je dan met z'n tweeën race, het is niet de ideale rit altijd met z'n tweetjes. Maar goed, het moet wel gebeuren. Ja, Jaal Prenger, val op de 1000 meter, revancheert zich hier op de 500 meter. Wint deze race om plek nummer 13 bij de vrouwen. En dat doet ze voor Nicky Noordegraaf. Ja, Nicky afkomstig van ijsclub vereniging Zoetermeer. Ja. Er zijn ongeveer 20 shorttrack verenigingen in Nederland. En, kijken allemaal nu. Ja. Fijn dat jullie kijken. Hard. En ook in Zoetermeer wordt geshorttrack. En je ziet dat er ongeveer, als je alles bij elkaar optelt, 1000 shorttrackers actief zijn. Ja, er kan nog meer bij. Kan altijd meer bij, zeker. Je ziet ook dat het natuurlijk steeds populairder wordt. Steeds professioneler. En dat is fijn. Ja, hoe vind je dat om te zien, als je dat vergelijkt met jouw tijd, zeg maar, in de jaren 90? Ja, wij werden wel eens de cowboys op ijs genoemd. En, vandaar dat je ook die lasso bij je hebt. Ja, precies. Blijf erin zitten, hè? Nee, dat was toch wel een andere tijd. En daar was ook geen multidiscipline qua training. Hè? Dus er was altijd short track is één kamp en lange baan een kamp. En ondertussen zijn drie mannen aan de start verschenen. Ja, Sven Roes had hier ook moeten staan. Zou we een valse start zien. Sven Roes had hier ook moeten staan. Helm nummer 23 van de NTS. Hij is er niet bij. Eén van jullie mannen ook. Ja. Sigurd Leeuwarden. Dylan Hogewerf, Jasper Brunsman en Bram Steenaert. Allemaal van de NTS. Daarom de kleuren hesjes. Groen, blauw en oranje. Groen in dit geval voor Dylan Hogewerf. Het blauw-paars is voor Jasper Brunsman. En het oranje voor Bram Steenaert. Sven Roes dus niet van start gegaan. Nee, en jammer. Inzet is plek nummer 9 voor de eindstand van de 500 meter. Ja. Nou, Dylan die met zijn lange benen, grote klappen, neemt de kop. Ja, tweevoudig Nederlands kampioen, hè? 500 meter specialist. Ja, dan zie je dat Jasper nu wel wat scherper is, want die zit echt, je ziet het aan zijn rijden dat hij op een gaatje zit te loeren. Oei, dat is jammer. Dat is zonde voor Jasper Brunsman. Ja, iets te onrustig, iets te dicht op Dylan en dan een klein foutje. Dan blijven er twee mannen over. Ja. En dan is het toch Dylan die... The Age. Als eerste. Zijn bekende manier. Ja, het is gewoon een klein artiest hoor, vind ik. Ja. Heeft, artiest op het ijs, artiest met muziek. En het is een dubbele bijnaam, The Age. En Turandy, dus ploeggenoten hem ook. Kan enorm hard rijden. Dat was de derde finale. Plek nummer 9 heeft hij in de eindstand. Op zijn 500 meter, zo mogen we het ook wel zeggen. 42,5 was zijn eindtijd. Dat is ook knap tijd. Dus, de plekken 9, 10 en 11 zijn ingevuld. Dat betekent dat we voor de volgende race gaan kijken naar positie nummer 12 in de eindstand van de 500 meter. En die gaat dan met Teun Boer, Niels Kingma, Friso Emons, brons op de 1000 meter eerder vandaag. Dennis Visser en Kai Huisman. Boer met 31, Kingma met 28, Emons met 25, Dennis Visser, NTS met nummer 20 en Kai Huisman rijdt met nummer 33. Ja, ik denk dat het een leuke rit gaat worden. Ja, absoluut. Het is weer een mix van NTS talententeam.
wel even benieuwd. Gaan we even kijken of we kunnen achterhalen waarom Sven Roes niet meer van start is gegaan. Die had dus in die vorige race moeten rijden. Was er niet bij. De Nederlandse kampioen, short track. Maar nu deze race. 4,5 ronde spektakel, jonge honden in de baan. Yes. Ja, dit is leuk om te zien. Mooi dicht bij elkaar. Wordt weer flink doorgetrapt. Uitkomen van de bocht. Ja, er is toch eigenlijk maar één tactiek in, Maarten. Dat is toch gewoon start, gewoon boom, weg. Ja, is volle bak. Volle bak. Ideaal lijnen rijden. Niels King, maar daar zie je dat hij op kop zit en dat hij dat toch wat twijfel in zit. Nou, nu schuift alles wat in elkaar en dan zie je dat Dennis daarvan profiteert en naar voren komt. Dennis Visser wint een plekje, maar moet nog steeds een plek goed maken. Ja, Ten Goer die gaat het toch wel houden, hoor. Die komt zo deel als eerste. Ja, het is... Ja. Knap gedaan, Goer. Ja, Friso, die, ik weet niet wat precies, maar die had ik wel iets meer in de front verwacht, zeg maar. In de linies. Teun is van Nijmegen. Ja. Ja. Mooi succes dus ook je hier voor de shorttrackers in Nijmegen in de omgeving. Als je meekijkt, fijn dat jullie kijken. Net als van de circa 20 andere verenigingen in Nederland die meedoen in het shorttrack. Belangrijk dat de landingsplaats er blijft. De verenigingen, daar waar je de liefde voor de sport gaat ontwikkelen. Waar je het plezier gaat vinden. We kunnen jullie geen complimenten genoeg geven. Teun Boer is in ieder geval de nummer 12 in de eindstand. Want dat was de inzet van deze race. En dat betekent dat we nog één plek te gaan hebben. En die gaat dan voor de plekken 17 tot en met 20. De vijfde finale, oftewel de E-finale. 17 tot en met 21 gaan we zien. Nee, af, ja, 17, want Sven Roes is natuurlijk uit. Kasper Dauma, Jari van Polen, de vice juniorenkampioen van vorig jaar. En Daan Kos en Ingmar van de Griek gaan strijden om nog in de top 20 van deze 500 meter. Ja, weet je, waar je ook eindigt, je hoort bij de 21 beste schaatsers van Nederland. En als Zeker. Je er meer dan 1000 achter je kan houden, want zo, over zoveel schaatsers hebben we het. Nou, het is een Nederlands kampioenschap. Hè? Zo is het. Respect. Ja. Drie mannen van Niels Kerstold. Ik zie Daan Kost met een grote scheur pak staan. Die heeft ergens wel een tikje gehad, lijkt het wel. Ja. Maar hij heeft daar een snijvast onderpak onder. Dus hij is wel goed beschermd. Daan Kost, tweede vorig jaar in de eindstand van de Star-klas. Belangrijke competitie. In internationaal ervaring opdoen, dat is het eigenlijk. Hè. Voor de rijders is dat internationaal ervaring opdoen. Maar voor jullie als trainers en coaches, je komt nog eens ergens. Ja, je komt in de meeste gekke plaatsen in Europa. En dat kan zijn van een hypermoderne ijsbaan in Dresden tot een vrieskist in België. Dat maakt het ook zo leuk. Maar voornamelijk is het racen tegen Europese shorttrackers. Hè? Andere niveaus, andere mensen. Italianen, Fransen. En daar worden deze jongens stukken beter van. En het is een mooi springplank naar de talententeams. Ja, Jari van Polen houdt de boel goed dicht. Zit inmiddels in de laatste halve ronde. Moet deze plek toch wel even binnen gaan takelen. En dat doet hij ook. Ja, met een spectaculaire finish. Blijven racen tot op de streep. Dat zit er goed in bij Jari van Polen. Hij wint deze race. Hij wordt 17e in de einduitslag van deze 500 meter. Hebben we de sprintnummers gehad? Ja, want dan gaan we straks na de baanverzorging de 1500 meter. Ja, dat verwacht ik toch ook wel weer hele mooie races. Ja, waar de onvoorspelbaar. Ja, je krijgt weer een ander type rijder die aan de voorkant. Hè, de sprinters die hebben zich nu laten zien. 1500 meter is toch een andere aanpak. Dus 13,5 rondje. De mannen, de diesels komen er meer aan bod dan de echte sprinters. Dus ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Ter afsluiting van dit blok, Maarten, trainer was je heel lang bij Trias Leeuwarden. Ben je tevreden over je clubgenoten? Ja, het is altijd leuk om te zien. Ja. Ik vind niveau in de eerste finale zeker hoog. Ziet er goed uit. Leuk die strijd tussen de NTS en de talententeams. Itzak, twee zilveren medailles al te pakken.
Ja, dat, toen kijk je altijd met een beetje lichte volken voor de triaansrijders. En ja, daar is Itzhak altijd een jaar lang een voorbeeld voor. Maar ook leuk om te zien dat Itzhak laatst een clinic heeft gegeven bij ST Alkmaar. Dus ook die kracht gebruiken ze om het shorttrack populair te maken. En, ja. En dat is natuurlijk leuk om te zien. Heel leuk om te zien. Ook leuk om te zien waren de wedstrijden tot nu toe. En ik heb goed nieuws, beste kijkers, want er komt nog meer. We gaan straks de 1500 meter rijden. Daar gaan we eerst de baan voor in orde maken. En dat betekent ook dat we straks doorgaan. Volgens ons schema was dat 15:16, maar dat is het al bijna. Dus ik denk dat dat ietsje later wordt. Maar dat zul je zo meteen in beeld zien komen te staan. Hoe laat we verder gaan met het programma. De baan wordt opgeknapt voor de 1500 meter. En dan zien we jullie heel graag terug. Bedankt voor het kijken tot nu toe. En ga nog niet weg. Want er komen nog spectaculaire 1500 meter races. Met twee keer een finale. A-finale uiteraard weer voor de medailles. En natuurlijk om de ranking compleet te maken. Kortom, ben je short track liefhebber, dan blijf je aan de buis zitten. Want we gaan nog straks hele mooie dingen zien op de 1500 meter. Heel graag, tot zometeen.
Short Track fans, welkom terug de livestream vanuit het schaatshart van de wereld. Tialf Heerenveen voor de NK afstanden. Vandaag alle finales. 3 afstanden individueel op de manier zoals het gaat bij de Olympische Spelen. 2 afstanden hebben we al gehad. De 1000 meter begonnen we de dag mee. Schulting, Poutsma en Xandra Velzenboer top 3 bij de vrouwen. Knecht, De Laat en Emons bij de mannen. En voor Shinky Knecht was dat natuurlijk een fantastische overwinning na de overwinning vorige week op de 1000 meter in de Invitation Cup. Toen trokken we door naar de 500 meter. Daar was een spectaculaire aanval van Selma Poutsma, maar die eindigde in de kussens voor Poutsma. Schulting pakte zo haar 2e gouden medaille. De ongenaakbare hier uit Tienje. 2e gouden medaille. Xandra Velzenboer pakte nu het zilver. En Rianne de Vries pakte het brons. En bij Shinky Knecht. En die was oprecht blij. Prachtig om te zien. Een grote smile van de schicht uit Bantega. Die zijn 2e titel pakte op de 500 meter. Voor NTS-ploeggenoot Itzak De Laat. En voor Melle van het Woud. Dan gaan we nu ons concentreren op de 1500 meter. De lange afstand. De laatste keer dat we medailles gaan uitdelen. En voor de laatste keer dat het juryteam in actie gaat komen. Scheidsrechter is Jalt Biesma, internationaal scheidsrechter. Hij wordt geassisteerd door Rob Post en Wilje Esterhout. De videoscheidsrechter is Halop Jansen, vorige week de hoofdscheidsrechter bij de International Invitation Cup. Starters zijn de zeer ervaren Jeroen Strijker en Jan Bergmans. En de wedstrijdleiders zijn Daan Brand, Teun Meesteringa. En als heatbox steward hebben we Harriet van Es op onze lijst staan. Hulde aan al deze mensen samen met alle vrijwilligers van de Short Track Club Tialf. TIG Sports, de KNSB en natuurlijk IJsstadion Tialf die deze wedstrijden mogelijk maken. Het eerste waar we naar gaan kijken, en we zeg ik, want ik zit hier de hele dag al met collega-commentator Maarten Visser. Voormalig top shorttracker, zat in het Nederlands team, reed World Cups voor Nederland. Trainer bij Trias in Leeuwarden, maakt tegenwoordig schaatspakken bij BioRacer. En gaan we nu kijken naar de 1500 meter. En dat is toch een aparte afstand, Maarten? Ja, het is de langste afstand binnen het shorttrack. 13,5 rondje. Dat is ook een afstand waar de meeste rijders op de lijn komen, aan de start komen. In dit geval zijn het er 6. Marijn Biersma, Jael Prengen, Nicky Noordergraaf, Liede van Oorschot, Femke de Boer en Esther Gijsbers. Nou, de 1500 meter, wat ik al zei, langste afstand. Dus dat begint altijd rustig. Dus belangrijk om een goede positie in te nemen. En even af te wachten wat er gaat komen. Ja, de inzet van deze race is positie nummer 8 in de eindstand van het Nederlands kampioenschap op de 1500 meter. Dus de winnaar van deze race is de nummer 8 in de einduitslag van de 1500 meter. Voor de mensen die niet elke dag het shorttrack volgen, maar nu wel meekijken. Fijn dat je meekijkt. En je hoort het net al even zeggen door Maarten Visser wie we in actie zagen. Ik vertel voor de volledigheid nog even de helmnummers erbij. Want met 7 rijdt Marijn Wiersma, met 14 Jael Prenger, met 15 Nicky Noordergraaf, met 11 Diede van Oorschot, met 16 Femke de Boer en met 12 Esther Gijsbers. En dan hebben we ook een wereldkampioen in de baan. Want Marijn Wiersma is lid van het Gouden Relay Team. Gisteren nog gehuldigd als talent van het jaar. Reden in een nieuw wereldrecord naar de wereldtitel vorig jaar in de wereldkampioenschappen Relay. Ook natuurlijk met Diede van Oorschot. Talent ook op de lange baan. Net als Jael Prenger. Net als Jorien Termors. En ook Suzanne Schulting. Zowel op de lange baan als de shorttrack uitmuntende resultaten halen. Maar ook natuurlijk voor jou leuk om te zien, Maarten Visser, de clubgenote Femke de Boer in de baan. Ja. Doet het goed? Ja, Femke rijdt lekker mee. Gaat hartstikke goed. Zit nog wel een beetje in de achterhoede, dus ze zal nog wel even plaatsen naar voren moeten gaan. 5 rondjes te gaan en Femke schuift op naar de 3e plek. Inmiddels is de kop overgenomen door nummer 11 en dat is Diede van Oorschot. Die gaat eraan trekken. Daardoor slaat het veld iets uit elkaar. Met 4 rondes te gaan. Tempo blijft hoog. We gaan even kijken wat het gaat worden. Ja, laten we ook niet vergeten dat deze meiden, deze vrouwen, al een stuk of 6 races in de benen hebben. Ja, het blijft altijd een soort toernooivorm rijden. Dan moet je even uitlopen, uitwerken, klaarmaken voor de volgende rit. Even je messen controleren, je schaatsen en een klein warming-upje doen. Je hebt daar een kwartiertje, 20 minuten de tijd voor. En dan is de volgende race alweer. De volgende race alweer, ja. 3e afstand van de dag. En meerdere hebben natuurlijk al de halve en de hele finales gereden. En hier toch redelijk eenvoudig met het helm nummer 16 is het jouw clubgenote. Het is toch Femke die als eerste over de finish komt. Ja, mooi opgebouwd. Een grote Leeuwarder smile naast me. Hier langs het ijs in Tialf.
Dat je ziet dat een 1500 meter moet je ook gewoon opbouwen. Niet te hard beginnen. Goede positie. Het meest fijn is dat je achter iemand rijdt. Dan heb je zo min mogelijk weerstand van de lucht. En dan kracht sparen. En op het moment dat je denkt, hey, nou ga ik de laatste rondes. Nou, dat Femke net laten zien, dan gaat het prima. Ja, absoluut. En onder in beeld de partners van het NK afstanden short track hier in het schaatshart van de wereld, Tialf Heerenveen. En dan gaan wij ons opmaken voor de A-finale. En ook daar weer dan, vanaf de eerste startpositie, gaat ze voor de derde keer vertrekken, Suzanne Schulting. Nog steeds in het geel, omdat de NTS-rijders in hetzelfde pak rijden, hebben ze een extra kleur naast het helmnummer voor de herkenning. Selma Poutsma, de grote challenger van Suzanne Schulting op de 500 meter. En ja, ze hield afspraak. De aanval kwam er. De actie kwam er. De passeeractie kwam er zelfs. Maar toen ze er voorbij was, helaas een val. Ja, jammer, heel jammer. Ja. Zonde. Michelle Velzenboer is ook aan een heel sterke toernooidag bezig vandaag. De jongste van de zussen Velzenboer staat op startpositie nummer 3. Rijdt met helm nummer 9. Yara van Kerkhoff dan is de helm nummer 1. De zilveren medaillewinnares op de 500 meter van de Olympische Spelen. Rijdt op startpositie nummer 4. Rianne de Vries, brons op de 500 meter. Voormalig Europese kampioen ook op die afstand. Rijdt op startpositie nummer 5. Xandra Velzenboer dan, de wereldkampioen. Ook lid van dat team wat gisteren is gehuldigd. Of zij in haar geval voor het tweede jaar op rij als talent van het jaar in het shorttrack. En al een bronzen en een zilveren medaille te pakken. En dat smaakt natuurlijk naar meer als je je collectie compleet wil maken vandaag. En de zevende startpositie is voor de collega van Maarten Visser van vorige week, Joya Lansee. Toptalent, zowel de lange baan als het shorttrack. En vorige week nog tweede op de 1500 meter. De International Invitation Cup. Joya heeft natuurlijk een hele goede, heel veel inhoud. Dus een 1500 past ook goed bij de. Ze heeft echt een diesel, zeg maar. Ik ben benieuwd of ze hier nog een potje kan breken. Ja, maar dat geldt zeker. Ik ben een geconcentreerde blik van Selma Poutsma. Ik ken het verhaal. Jonge leeftijd vertrok ze naar Frankrijk. Nieuwe taal geleerd, nieuwe cultuur. 2,5 jaar geleden kwam ze terug, moest een jaar in de wachtkamer. Dat vereisen de ISU-regels voordat ze weer voor Nederland uit mocht komen. Ze bleef gemotiveerd, ze bleef hard trainen en ze hoort nu gewoon bij die NTS alsof het nooit anders is geweest. En op startpositie 7, Joya Lansee. Ik ben ook wel even benieuwd wat Yara gaat doen. Ja, die heeft wel eens voor een uitschieter gezorgd, de 1500 meter. Stilte voor de start. Ze maakt een... op zich een sterke indruk, maar komt er niet helemaal uit. Ook een beetje de backbone van de Nederlandse relayploeg. Hè? 7 Europese titels. Alsjeblieft, 7 keer ook World Cup victory voor Yara van Kerkhoff met de Nederlandse relayvrouwen. 1500 meter begint al wat rustig. Even aftasten, even kijken. Het is Selma die heel ontspannen kop gaat rijden. Ja, en wellicht hoort op de achtergrond ook. De gedeelde informatie die we nu hebben is dat dit eigenlijk een unieke race is. Deze 1500 meter. Terwijl we een aanval zien buitenom van Joya Lansee. Je had het al een beetje voorspeld. Maarten, de sterke Joya Lansee, ook meervoudig juniorenkampioen in het inlineskaten trouwens, op drie fronten actief. Maar 10 jaar geleden hadden we een NK afstanden, toen alleen de 1000 en de 500 meter als een soort van extra programma voor de kijkers naar het lange baanschaatsen hier in Tialf. Dus deze 1500 meter is een unieke wedstrijd. De eerste kampioen, je gaat voor altijd de geschiedenisboeken in als de eerste Nederlandse kampioen op de 1500 meter. Ja je kan hier geschiedenis schrijven. Het was net leuk wel om te zien, je hoorde Dave Steeg, de coach van Joya van Gamma. Nou, en dan zie je dat Joya heel trouw volgt. Ze heeft niet. Ik zou doorrijden als ik haar was, maar dan laat ze zich toch weer een beetje terugzakken totdat ze in het peloton zit. Selma heeft inmiddels de koppositie overgenomen. Nou, nu gaan we tempo opvoeren. We hebben nog 6 rondes te gaan. Vooral op de 1500 meter moeilijke afstand te rijden.
Suzanne zit op plek 4. Heel erg te kijken van wanneer komen ze van achter en moet ik doorschuiven. Twee weken geleden, of een week geleden in de International Invitation Cup ging ze 4 ronden voor het eind vertrekken. 4,5 ronde. Maar die race werd afgeschoten. Dus moesten ze daarna nog een keer. Benieuwd of ze het geduld heeft om te wachten. We zitten inmiddels op 4 ronden voor het eind en Schulting op plek nummer 4. Poutsma aan de leiding. Ja, het begint nu wel tijd te worden dat, dat vannacht, ja, nou zie je ook dat Suzanne buitenom komt. Altijd een klein risico, want er moet niemand gaan vallen. Maar ze doet dat met zoveel snelheid dat ze binnen een rondje heeft ze dat voor elkaar. Poutsma moet een gat laten vallen, dan zie je ook hoe de snelheid van Suzanne zo hoog ligt. Ja, maar zag je dat? Het ging eigenlijk maar om één slag. Met één slag was ze weg. Sandra Velsboer naar plek 2. En we gaan naar de finish kijken. Moet je zien wat de voorsprong van Suzanne. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Pakt haar derde nationale titel. Hartstikke mooi. En daar kan een glimlach vanaf. Kijk. Ja, ja hoor. Toch blij met, altijd blij met titels. Hartstikke goed. De tweede was Sandra Velsboer en de derde Selma Poutsma. Dus dan komt dat zo officieel nog voorbij. Suzanne Schulting, ja, als iedereen het van je verwacht en het dan ook doen, dat kunnen alleen de echte groten. En dit is een echte grote. Ja, ze heeft daar veel ervaring, hoor. Je ziet hoe hard ze dan buitenom komt met die 4 rondjes te gaan. Nou, dat is knap, dan moet je wel de power hebben om dat te kunnen allemaal. Ja, ik zeg het is een grote, het is de grootste. Ze regerend wereldkampioenen, Olympisch kampioen op de 1000 meter, meervoudig winnares van de World Cup, Europees kampioen 2 keer. En het hier laten zien. Ze is de eerste 1500 meter kampioene in de geschiedenis van het short track, althans in een aparte wedstrijd. Inmiddels zijn de mannen ook op de baan gekomen. Die gaan zich opmaken voor de B-finale, 1500 meter. Ja, benieuwd of krijgen we daar ook een herhaling van zetten, als we weten dat Shinky Knecht op onafvolgbare wijze, terwijl we de mooie glimlach zien van de wereldkampioenen, van de Olympisch kampioenen en van de 1500 meter kampioenen, na de 2 titels eerder vandaag. Krijgen we een herhaling van zetten straks in die A-finale, want we gaan eerst kijken naar de B-finale. Voor de mensen die ook weer niet het short track elke week volgen, eigenlijk rijden we in de volgorde 2-1-3, zullen we maar zeggen, in de volgorde van belangrijkheid. Zometeen dus die B-finale, die gaat om de plekken 8 tot en met 13. Vervolgens de A-finale. En daar gaat het om de medailles. En we sluiten af met de C-finale. En dan gaat het om de plekken vanaf positie nummer 14. Nu staan aan de start met 26 Bram Steenaert, met 35 Jenning de Bo, met 31 Teun Boer, met 30 Hugo Bosma, met 28 Niels Kingma, met 17 Daan Breelsma en met 36 Hessel van Bergen. En dan kunnen we mooi uitleggen ook, Maarten, aan de mix van jong en oud. Want we hebben de nationale junioren B-kampioen Jenning de Bo, we hebben de nationale junioren A-kampioen Niels Kingma en we hebben de meervoudig Nederlands kampioen bij de senioren. De oudste van allemaal, de meeste ervaring. 7 keer Europees kampioen in de relay, 2 keer wereldkampioen. Kampioen in de relay en tweevoudig Olympian Daan Breelsma. Ja. Ze ontmoeten elkaar in deze 1500 meter. Zeker. 5 mannen van het talentteam Noord van Deverstegen, Leon Bloemhoff. Ik ben ook wel benieuwd wat hij gezegd heeft tegen die mannen. Van, ja, gaan we blok rijden? Gaan we ieder voor zich? Wat heeft hij met ze afgesproken? Daan vertrouwt waarschijnlijk op zijn eigen ervaring. Gaat mooi achterin zitten, lekker ontspannen. En het is met nummer 26 Bram Steenaert die de controle wil houden. Dus ik verwacht eigenlijk wel een klein beetje dat de mannen van Talent Team Noord iets gaan proberen. Ja, en dan is het altijd verwachten wanneer. Twee mannen van de NTS tegen dat hele contingent aan jonge honden van Team Wadro. Terwijl KNSB Talent Team Noord Short Track. Maar wat we dan ook nog moeten weten is dat we, alle talenten van Friesland zullen we maar zeggen, zitten bij elkaar. Maar er zitten natuurlijk ook weer mannen bij van Short Track Club Tialf, er zitten mannen bij van Trias Leeuwarden. Jouw club, er zitten er maar liefst 3 van jouw club. Ja, in Friesland is dat op zich wel goed ingericht. Je hebt 2 verenigingen binnen Friesland, Trias Leeuwarden, SCT Tialf of Heerenveen. En daar de beste van, die komen dan in het Friese gewest. En vanuit het Friese gewest, want dat zit er ook nog tussen. Ja. Je stroomt ze ook door naar deze ploeg van het talententeam Noord. Je ziet dat het werkt, deze constructie. Inmiddels is het tempo flink aan het verhogen. Ja, mooi. Het is... Teun,
Teun Boer. We hebben Teun weer. Trekt de trein op gang. En die gaat hard. Die trein gaat hard. En we hebben nog maar 3 ronden te gaan. Ja. En als er nog wat moet gebeuren uit die NTS, dan moet het wel nu gaan gebeuren. Bram Steenaert, die hoort wat we zeggen. Denk ik. Want hij wil naar voren. Maar pas op. Kijk even hoe deze positie wordt verdedigd door deze jonge kanonnen. Ja, het is leuk om te zien hoe Daan in de Achterhoede aan het strijden is met Hersenberg en andere mannen. En dat het niet zo makkelijk is dat je naar voren schuift. De laatste ronde gaat in en het is toch echt Teun die gewoon alles op kop heeft gereden en naar de finish gaat. Ja. Mooi om te zien. Gaat hij het houden? Ja, hij gaat het houden. Heel goed. Ja. En kijk naar die gebalde vuist van Teun Boer. Ja, dat doet deugd. Dat doet hem goed. Mooie overwinning van een van onze grote talenten, Teun Boer. Dit is leuk voor die mannen, want die worden er helemaal enthousiast van. En die kunnen ze dan meten. En ja, het is toch, als je even naar Daan kijkt, dat hij toch zich een beetje laat piepelen in de Achterhoede. Mooi gereden, leuke rit. Gaan we ons opmaken voor de echte finale? Ja, voor de grote A-finale. Teun Boer weten we in ieder geval, hij is de nummer 9. Bram Steenaert maakt de top 10 compleet. Dan is het Niels Kingma, dan is het Hessel van Berkem, dan is het Daan Breusma. Die toch even in dat jonge geweld klem kan te zitten. Met daarachter nog Jenning de Bo, de nationale juniorenkampioen B. B-finale hebben we gezien. Dan gaan we nu om de medailles rijden. En je zei het al eerder, Maarten. We gaan met 7 mannen aan de slag. En het grootste aantal in de 1500 meter. Waar de meeste rijders aan de start komen. Eerste startpositie voor Koen Slootweg. Dat zal C.S. Juffermans deugd doen. Rijder van de IHCL uit Leiden. Friso Eemans. Hij rijdt op startpositie nummer 2 met helm nummer 25. Koen Slootweg dus nummer 27. Shinky Knecht. Hij heeft al 2 titels te pakken dit seizoen, deze dag. En vorige week dus de 1000 meter al gewonnen. En Jens van het Woud staat op startpositie nummer 4 met 29. Met 23 Sven Roes is hij er nu wel bij. Ja, ja hij is er nu wel bij. Hij is weer terug. Mooi, er is in ieder geval niks ernstigs aan de hand. We misten hem even in de B-finale van de vorige afstand. Kai Huisman rijdt met nummer 33 en met nummer 19 Itzak de Laat. Positie 1, Koen Slootweg. Luister even mee naar stadionspeaker Piet Broekhuizen. Op startpositie 2, Friso Eemans. Friso Eemans, brons al te pakken op... Op startpositie 3, Shinky Knecht. De 1000 meter. Startpositie 4, nou, blij Jens dat Sven ook weer mee rijdt. Ja, hier misschien wel de grote challenger. Hè? Hij won vorige week de Invitation Cup die 1500 meter. Vergat even zijn transponders. Het gebeurt de beste. Gebeurt hem nu waarschijnlijk nooit meer. Huisman. En mooi natuurlijk nog steeds het symbool voor Lara van Ruijven. Linkerpols, het panterhart. Ze zal er altijd bij blijven. En met Itzak de Laat die de blik weer geconcentreerd heeft staan. Die titel moet er toch een keertje in zitten. Die eerste plek. Waar die zo naar hunkert. Vaste klant nu op het podium, nationaal en internationaal, al vele jaren. Die grote overwinning die we allemaal zo gunnen. Misschien wordt het in deze 1500 meter. En gaan we straks. Helaas, in corona-omstandigheden kan het niet. Anders zou ik zeker weten dat wij het clubhuis van Trias wat bijzonders zou gaan gebeuren. Dan gaan we aan de lampen hangen. Maar, ouderwetse Leeuwarden lampen hangen. Wat gebeurt er bij Trias? Maar we gaan kijken. En opnieuw, je zei het al eerder Maarten, het is aftasten in die 1500 meter. Het is zenuwslopend. Het is ook wie verliest het eerste geduld. Ja, het is altijd weer een balans tussen tactiek, behendigheid, accelereren, conditie, topsnelheid. En, je hebt een aantal specialisten op deze afstand. Koen Slootweg bijvoorbeeld, dit is echt zijn afstand. Friso probeert controle te krijgen en dan zie je dat Koen dat overneemt. En dan is de nummer 27 Koen Slootweg. Krijgt natuurlijk ook Olympische medaille op deze afstand. Laten we het niet vergeten. Wereldkampioen van 2015. Sven Roes helemaal achterin, die
hij dan toch gewoon een afwachtende houding aanneemt. Wacht op het gaatje. Wat gaat er komen? Ja, wat interessant is, we hadden het er net even over tijdens de dweilpauze. Deze mannen trainen dag en nacht met elkaar. Ze wonen bij elkaar. Ze gaan met elkaar op vakantie. Ze gaan met elkaar op trainingskamp. Maar als het dan een wedstrijd is, is het toch anders. Ja, je bent trainingspartner, vriend, maat. Maar in de baan is het toch wel anders. Dan voelt dat anders. Vijf rondjes te gaan. Koen trekt hem goed door. Itzak schuift mooi van 4 naar 3. Mooie actie van Itzak de Laat aan de binnenkant van de baan. De flyer uit van Trias Leeuwarden gaat nu helemaal binnen door en pakt de koppositie. Koen laat hem helemaal naar buiten lopen. Itzak maakt gebruik van. Maar kijk, een hele gretige nummer 29. En dat is natuurlijk Jens van der Woud. Hou Schenk in de gaten, want die zit op de derde plek heel ontspannen. Rondje te gaan nog. Jens van het Woud aan de leiding. Itzak de Laat 2, Shinky Knecht 3. Gaat hij voor zijn derde titel of is het de winnaar van? Gaat hard door. Itzak kan niet parieren. We gaan naar de finish. Pats! Ja, daar gaat het vingertje omhoog. En een titel voor KNSB Talent Team Noord. Titel voor Jens van het Woud. Hij laat het zien dat hij het met transponders ook kan op de 1500 meter. En Sven die rijdt Shinky nog voorbij, dus die wordt nog derde. Ja, mooi. Mooi succes ook voor Dave Verstegen en Leon Bloemhoff. Mooi succes voor Team Wadro. Oftewel KNSB Talent Team Noord Short Track. Ja, het ziet toch dat het alle kanten op kan. Hè? Ja, fantastisch hoor. Wat een mooie race. Shinky Knecht met de handen naar de zijkant bij coach Jeroen Otter. Kijk, ze hebben drie keer drie jaar. Jens van het Woud, Itzak de Laat, Sven Roes. Dat is de top 3 van de 1500 meter. Dat is goud, zilver en brons. En die prijsuitreiking voor de mensen die daar ook van houden om daarnaar te kijken op je laptop. Die gaan we meenemen straks in de livestream. Dus de prijsuitreiking straks van deze 1500 meter en van alle andere afstanden. Nemen we straks mee in deze livestream. Dus blijf er lekker bij. Pak lekker een kopje soep. Het is zondagmiddag tegen vieren. En dan is het tijd om even een lekker kopje snet erbij te nemen. Jazeker. Want we hebben nog één race te gaan. Dat is de C-finale. Dus dan gaan we kijken naar de plekken. 14 moet ik zeggen. En in die C-finale komen ook weer grote namen aan de start. Eerste startpositie voor Dylan Hogewerf. Helm nummer 21. Kasper Douma staat op startpositie nummer 2 met helm nummer 38. Met 34 Jari van Polen. Met 32 Daan Kos. Met 20 Dennis Visser. Met 37 Ingmar van de Griek. Met 22 Jasper Brunsman. En met 24 Melle van het Woud. Dat betekent dat we weer een mooie race gaan zien. Ja, ik hoop dat ze. Het leukste is altijd als ze dicht bij elkaar blijven. Veel positiewisselingen. En vooral dat het op die laatste rondes. Dat je eigenlijk niet weet wie er gaat winnen. Dan is altijd het leukste om te zien. Ik kijk toch weer een klein beetje naar Dylan Hogewerf, Melle van Woud, Dennis Visser. Die moeten het toch ook een beetje gaan doen. Maar we gaan het afwachten. Ja, dat betekent ook dus dat we zojuist horen in het stadion dat de uitslag officieel is. Dat Jens van het Woud dus de allereerste Nederlandse 1500 meter kampioen is in de geschiedenis. Dat Itzak de Laat het zilver pakte en dat Sven Roes met brons naar huis gaat. En dat krijgt ongetwijfeld een mooie vermelding op de Facebookpagina van Trias Leeuwarden. We gaan een mooie feestavond voor. We zijn vertrokken. Onder het toezicht oog, je noemde hem al, de scheidsrechter Gio Bisma. Hij heeft al 2 Olympische Spelers uit mijn hoofd gejureerd. Internationaal ook bekend. Dennis Visser heeft de leiding genomen. Die wil controle hebben. Komen door met 12 rondes te gaan. We hebben aan de leiding de nummer 20, Dennis Visser. Plekken 15 is dus de inzet van deze 1500 meter. Ja, dat vinden wij belangrijk, dat is voor de statistieken. Maar als je daar op het ijs staat, dat weet jij nog als voormalig topracer. Nederland vertegenwoordigd op de World Cups.
Als je op het ijs staat, dan interesseert jou de naam van die finale natuurlijk helemaal niks. Is het A, B, C, D of E? Want die wil gewoon winnen. Ja, het racen tegen elkaar is altijd het leukste. Wat voor situatie, wat voor afstand. Je wil gewoon als eerste over de finish komen. En het leukste is dan achterom kijken en dat je een hele batterij en rijders achter je zit. Dat is het mooiste. Ja, we kijken naar een controlerende Daan Kos op kop van de groep. Er zit ook nog de volgende passage. 7 ronden voor de finish. Dennis wil die kop niet loslaten. Die heeft hem weer overgenomen. Nou, nu begint het tempo wat omhoog te gaan. Je ziet van achter de mannen komen. Jasper Brinsman schuift naar voren. Ja, dat is natuurlijk iets voor de NTS-mannen. Ja, we zagen net ook Jens van het Woud de 1500 meter winnen van het KNSB Talent Team Noord. Het is ook mooi om die mannen te kunnen kloppen. Zo vaak krijg je die kans ook weer niet in een officiële wedstrijd. En nu dat, kan het. Dat is altijd de uitdaging, ja. Ja, zeker weten. Maar de mannen van de NTS nemen toch de eerste positie in met z'n allen. Je ziet dat dat... kijk, daar komt nummer 24. Mellen. Ja, Mellen van Woud. Namens de NTS. Ja, de rest allemaal Hesjaan heeft van tijd niet aan. Maar hij trekt nu de gang en de boel goed op gang. En samen met Dylan Hogewerf gaan ze onderweg naar de bel voor de laatste ronde. Losgekomen nu met z'n drieën. Drie NTS-rijders los voor plek nummer 15. Ja, dat is toch Dylan met z'n... Ja, Dylan heeft een hoge topsnelheid. Dus die rijdt hem echt de hard voorbij. En pakt die eerste plek. En er is wat gewonnen door... Zie je toch dat, een beetje oneerbiedig gezegd, de jongens van de mannen gescheiden worden of de mannen van de jongens? Ja. En ook Dylan zien we toch aan het gezicht dat er een hele dag shorttrack wedstrijden in het lijf zit. Drie afstanden gereden, halve en hele finales. Ja, het is eigenlijk één modus waar je in zit. Je rijdt, je ontspant, je warmt up, je gaat het materiaal checken. Dat is een ongoing proces. En dat einde van de dag voel je dat wel. Absoluut. En we gaan natuurlijk straks ook even kijken. We gaan meekijken met de huldiging. Even horen zo meteen van de regie of dat we daar meteen mee doorgaan. Of dat we even een kleine break gaan inlassen. Ik ga je alvast vertellen dat we dus drie afstanden hebben gereden. Dat we drie keer, zowel bij de vrouwen en drie keer bij de mannen, dus totaal 6 keer Nederlandse kampioenen gaan. De dag begon op de 1000 meter. Met daarin toch wel die spectaculaire knoping op de finish. Als we naar de mannenrace kijken tussen Shinky Knecht en Isaac de Laat. Isaac de Laat eigenlijk de hele wedstrijd onder controle gehouden. Tot de allerlaatste millimeter. Toen was daar weer het beroemde uitschuifbeen van Shinky Knecht. Het is ongelooflijk, hij drukt op een knop. En hij kan vanuit de bocht. Het is een specialiteit, hè? Alsnog. Ja, ja, fantastisch gereden. En dat betekent dat we inderdaad. Shinky Knecht toen die 1000 meter zagen winnen, daar was hij ook ontzettend blij mee na de 1000 meter winst van vorige week. Bij de vrouwen was het Suzanne Schulting die normaal verrassend de titel pakte. Ze steekt echt met kop en schouders niet alleen in de wereld boven iedereen uit, maar net ook hier in Nederland. Al had ze flink wat te duchten, maar Selma Poutma die pakte het zilver op de 1000 en Xandra Velsenboer pakte het brons. Op de 500 meter dan, toen trok Schulting de lijn door na een aanval van Selma Poutma die in de kussens eindigde. Was het Schulting die opnieuw goud pakte. Tweede titel voor haar, voor Xandra Velsenboer die het zilver pakte. En voor Rianne de Vries die het brons pakte. Vervolgens bij de mannen was het Shinky Knecht opnieuw. En dat deed hem ongelooflijk veel deugd. Hij was blij, hij was oerschreeuw kwam hij over de finish hier op de reis van Tialf. Met zijn tweede titel op de NK afstanden van vandaag. Opnieuw was Isaac de Laat tweede, dus zilver. En de brons was voor Melle van het Woud. En toen sloten we af, als je net hebt meegekeken, met de 1500 meter. Daar was het opnieuw Suzanne Schulting, een klasse apart. Wat een ongelofelijke grootheid is Suzanne Schulting toch. Met ruime afstand voor Xandra Velsenboer pakte ze haar derde titel van de dag. En Selma Poutsma goed voor het brons. En net zagen we op de 1500 meter bij de mannen Jens van het Woud. Vorige week deed hij het al bij de International Invitation Cup. En vandaag deed hij het opnieuw. Hij pakte de 1500 meter. Vorige week werd hem afgepakt omdat hij geen transponders om had. Kreeg een penalty. Het verhaal is inmiddels bekend.
Maar hij laat zien vandaag dat hij het ook kan op de 1500 meter met transponders. Dat hij vorige week natuurlijk ook, dat kunnen ook alleen maar de allergrootste, zichzelf snel herpakt had en een dag later de 500 meter won. Brons op de 1500 meter was er voor Sven Roes. En dat betekent ook dat we de podia compleet hebben. Je ziet inmiddels, als je in beeld meekijkt, dat op het middenterrein van Tialf corona-proof de huldiging moet gaan plaatsvinden. Dat betekent dat de rijders straks zelf de bloemen gaan pakken. Voorzitter Evelien daar in het geel, de corona-coördinatrice van dit toernooi. Dat was ze vorige week ook. En de voorzitter van Shorttrack Club Tialf. Maak alles in gereedheid om dit mee te pakken. En natuurlijk leuk als je thuis zit, familie kijkt mee. Als jouw familielid zo meteen op het podium staat, maak je er even een foto van. Ja, Maarten, jouw debuut vandaag als commentator. Overdag, als je geen commentaar geeft, dan houd jij je bezig met de fabriek. Je bent nog steeds betrokken bij de sport? Ja. Bij het schaatsen? Ja, het shorttrack blijft gewoon diep in het hart zitten. Overdag werk ik voor een firma die schaatspakken maakt, ontwikkelt. En daarin hebben we ook een aantal specialiteiten, of disciplines bedoel ik. Een shorttrack pak is weer anders dan een langebaanpak of een mastart pak. Maar door mijn werkzaamheden blijf ik heel dicht op die sport zitten. En dat is ook nodig om te weten wat vinden rijders belangrijk. Wat kunnen we aanbieden in het kader van veiligheid, aerodynamica, dat soort zaken. Dus je zit eigenlijk heel dicht op de sport. Ja. En dat is een andere hoek inderdaad dan als je trainer bent of rijder zelf. En commentator. En nu mag ik dit er ook bij schrijven. Hoe is je bevallen? Ja, leuk. Ja. Hebben een hoop reacties gekregen. Even eng in het begin, maar... Een hoop reacties gekregen, zelfs uit het buitenland. Ja, klopt. Dat is toch leuk om te zien dat je... tegen heel veel oud-schaaf, tenminste, voor heel veel competities gereden, tegen heel veel vrienden. En die geven nu een onderrichtje van, hey, gaat goed. Je deed het ook fantastisch, Maarten. We gaan kijken naar de huldiging. Alles wordt in het gereedheid gebracht om zo meteen de huldigingen te laten plaatsvinden. Het zijn er 6. En binnen de coronamaatregelen... kan dat natuurlijk allemaal niet meer tegelijk. Ik weet ook, bij veel huldigingen worden dingen gecombineerd. Soms met afstanden, soms met de mannen en de vrouwen. Met name als het gaat om het spelen van volksliederen. Maar nu zullen we vooral de rijders het allemaal zelf moeten doen. Om binnen de corona-omstandigheden. We horen wat dingen doorsijpelen over strengere maatregelen. We hopen natuurlijk dat niet al te veel consequenties gaat hebben voor onze sport. Want we hebben 2 en 3 januari... Kijken we ook alweer rijkhalsend naar uit, laten we zeggen, het gewone Nederlands kampioenschap. Het allround kampioenschap. Wat eraan gaat komen na deze Nederlands kampioenschappen afstanden per afstand. Wat vind je ervan eigenlijk? Dat we eigenlijk een beetje op de Olympische manier hebben geraced vandaag. Een mooie manier van racen. Het biedt de rijders wel op hun favoriete afstand heel veel kans te maken op een titel. Ik ben zelf meer voorstander van het NK Allround. Dus dat je over alle afstanden echt een Nederlands kampioen wordt. Maar goed, in deze tijden is het natuurlijk een mooie manier voor de rijders om actief te blijven te racen. De wedstrijden die er zijn, er zijn weinig wedstrijden. En de wedstrijden die er zijn, die moet je wel pakken natuurlijk. Dus in dat kader vind ik het wel mooi dat er nu geraced wordt in deze vorm. Ja. We horen het aan de muziek in het stadion. En luister even mee met stadionspeaker Piet Broekhuizen. We beginnen met de 500 meter dames. Op de derde plaats is geëindigd Rianne de Vries. Rianne de Vries gaat haar bronzen medaille ophalen. De bloemen ophalen die daarbij horen. Ja, daar ligt die Rianne. Wordt er even op gewezen. Dit is huldige corona-style. Mondkapje op. Zelf je medaille, zelf je bloemen. En daar sta je dan als de derde van Nederland. Op de tweede plaats is geëindigd Sandra Velsenboer. We kijken naar de huldiging van de 500 meter. Als je net inschakelt, als je de wedstrijd hebt gemist, heb je een
hele mooie, interessante shorttrackdag gemist. Maar fijn dat je meekijkt bij de huldiging als je net inschakelt. Tweede afstand van de dag was de 500 meter. Rianne de Vries pakte het brons. Het zilver voor de wereldkampioenen op deze afstand bij de junioren. En dan gaan we naar de eerste Xandra Velzenboer. Ja, Xandra die wordt steeds meer ervaren. Je ziet dat het steeds meer een vaste waarde wordt voor de ploeg. Werkt er hard voor. Mooi om te zien. En dames en heren, uw applaus voor Susanne Schulting, Xandra Velzenboer en Rianne de Vries. En dan gaan we door met de 500 meter voor de heren. Op de derde plaats, Melle van het Woud. Door met de prijsuitreiking van de mannen. Melle van het Woud pakte brons op de 500 meter. Ja, toch even interessant om te weten dat die 500 meter 10 jaar geleden... We hebben dus over de tweede editie van het NK afstanden. Alleen de eerste die compleet is met de 1500 meter erbij. Want 10 jaar geleden was het Niels Kerstelt. 500 meter won tegenwoordig trainer bij het KNSB Talent Team Midden. En natuurlijk even de boegbeelden van het Nederlandse shorttrack. Hij hield toen Freek van der Wart, tegenwoordig ook nog steeds betrokken bij de sport, als disciplinemanager binnen de KNSB van het lange baan schaatsen. En Daan Breusma, hij was er al bij, stond op het podium toen, 10 jaar geleden, de 500 meter. Wie er ook bij was, is Shinky Knecht. Hij wordt nu gehuldigd als winnaar van de 500 meter vandaag. Maar 9,5 jaar geleden, november 2011, won hij de 1000 meter bij die eerste editie van het NK afstanden in het shorttrack, maar toen alleen om de 500 en de 1000 meter. En nu applaus, dames en heren, voor Shinky. Ja, mooi, als Shinky is wel weer heel hard op de weg terug. Vandaag gewoon 41-1 gereden op die 500 meter. Ja, dat is wel hard, hoor. We gaan door met de prijsuitreiking voor de... Absoluut hard, absoluut snelheid. Op de derde plaats is hij... Want dat zagen we vorige week ook al bij de International Invitation Cup. Inmiddels gaan we door met de 1000 meter. Xandra Velzenboer, daar het brons. Die 1000 meter 10 jaar geleden was het Jorien Termors die toen de 1000 meter won. Voor Anita van Doorn, ook een van die grote namen uit het roemruchte shorttrack verleden van Nederland. Met op de derde plaats Sanne van Kerkhoff, toen de zus van Jana. En ook zij natuurlijk altijd verbonden met de sport. Susanne Schulting. In dit geval de 1000 meter als tweede huldiging, maar het was de eerste wedstrijd van de dag vandaag. En nu applaus, dames en heren, voor Susanne Schulting, Selma Boutsma en Sandra Velsenboer. Die 500 meter trouwens, 10 jaar geleden. Dat is nog wel even leuk om te vertellen dat Anita van Doorn toen de winnares was. Van de prijsuitreiking voor Jorien Termors, ook zilver. En voor, daar is ze, Jara van Kerk. Okay. Piepjong Kuiken toen nog. Maar wel al op het podium toen, tussen de grote vrouwen. En ze is er nog steeds bij vandaag de dag. De ruggengraat van het Nederlandse relay team. En op de tweede plaats is hij Isaac de Laat. Hier een mooie bronzen medaille voor Friso Emons. Zit inmiddels in de 1000 meter mannenhuldiging. Isaac de Laat. 3 keer zilver. En op de eerste plaats afstandskampioen. Is de next step of volgende stap? Shinky Knecht. Absoluut. Het zit erin. Dat weten we allemaal. De flyer uit Leeuwarden. En Shinky Knecht. Hij pakt de gouden medaille, zijn tweede gouden medaille van vandaag. En wat is dat toch een unieke sportman. Hij was ooit sportman van het jaar in Nederland. We weten wat hij meegemaakt heeft, fysiek en mentaal. En dan hier staan. We hadden het net over Susanne Schulting als de allergrootste. Als we bij de mannen gaan kijken, hebben we het hier ook over een allergrootste. Toch heel knap hoe hij hier gewoon zijn plakken pakt, hoor. Helemaal in de weg weer omhoog. We dachten dat hij nooit meer zijn schaatsen aan zou kunnen trekken.
verwondingen die hij op had gelopen. En dan dit gewoon weer doen. Absolute topambassadeur voor de sport. Selma Poutsma staat haar met haar bronzen medaille. Goed toernooi gereden. Sterk toernooi gereden. Is toch een beetje de challenger van Suzanne Schulting geworden. Heeft nog niet geresulteerd in goud, nog niet geresulteerd in winst. Maar zeker gezien haar jaren in Frankrijk, ik zou zeggen Suzanne Schulting, attention. Ja, zeker, zeker. Ik denk dat Sandra en Selma echt wel te aankomen. En nou ja, dat gevestigde blok, Rianne, Suzanne, Yara, dat die rekening mee moeten houden dat er wat aankomt. Maar voorlopig staat ze daar, hè? De Queen of Short Track. Ja. Op de plek waar ze hoort. Plek nummer 1. Suzanne Schulting. Fenomeen uit Tienje. Ja, knap hoor. We gaan door met de laatste prijsuitreiking van dit afstandskampioenschap. De heren 1500 meter. Ja, op de derde plaats. Snel professioneel gedaan hier de prijsuitreikingen in die bijzondere en vreemde omstandigheden. Knap opgepakt door iedereen betrokken hier voor en achter de schermen. Waaronder ook moeder Hanny Schulting. Die legt de medaille klaar voor de dochter. Van alle markten thuis. Ja hoor. Ook nog fysiotherapeuten. Ook nog twee dochters thuis. Ja, knap. Op de tweede plaats is eindig Isaac de Laat. Hier dan de 1500 meter huldiging met Sven Roes. Ja, ik moet eigenlijk mijn mond houden. Hè. We gaan naar een compleet trio's Leeuwarden podium kijken. Ja, ik zit te glimmen. En op de eerste plaats een Nederlands afstands. Maarten Visser, co-commentator vandaag, voormalig shorttracker bij het Nederlands team. Hij was vandaag de co-commentator. Hij was trainer bij Trias Leeuwarden. En drie van de clubgenoten op het podium nu. Met een fantastische overwinning voor Jens van het Woud. Deze man, daar gaan we absoluut veel lol van. Beleven we al veel lol van, maar er gaat nog veel komen. Absoluut. Isaac de Laat en Sven Roes. De halve Canadees, de bravoure van het ijshockey. En dames en heren, met deze laatste ceremonie zijn wij aan de. En dat betekent dat we inderdaad met deze ceremonie het Nederlands kampioenschap afstanden gaan afsluiten. Twee dagen top short track hier in Heerenveen. En we spelen het Wilhelmus. En dat was symbolisch het Wilhelmus voor alle kampioenen. Drie keer Suzanne Schulting, twee keer Shinky Knecht, één keer Jens van het Woud. Bij een historische wedstrijd. De eerste officiële NK-afstanden met drie afstanden. Nadat 10 jaar geleden een eerste versie is geweest met alleen de 500 en de 1000 meter. Namens de KNSB, namens Daikin, Link & Co. Namens Shorttrack Club Tialf, IJsstadion Tialf, Tichtsports. En natuurlijk ook namens SBC Broadcasting en zeker namens collega Maarten Visser. Dank ik jullie allemaal heel hartelijk voor het kijken. 2 en 3 januari zijn we terug, want dan is het NK Shorttrack Allround. En natuurlijk kijken we ook al stiekem een beetje vooruit naar hopelijk kan het allemaal doorgaan in Dordrecht straks, de wereldkampioenschappen Shorttrack. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je genoten van een mooie middag Shorttrack. Geniet nog even na op schaatsen.nl en hopelijk zie ik jullie heel snel weer terug op de livestream of terug in het stadion. Dankjewel. Beginnende keelpijn moet je snel aanpakken. Neem direct Tragitol met tweevoudige werking. Het vermindert snel de pijn en remt de bacteriën en virussen die keelpijn veroorzaken. Tragitol, al meer dan 50 jaar specialist bij beginnende keelpijn. In het oranje-paarse doosje. Heb jij altijd al eens schaatspassen willen doen in de gymzaal? Kijken of jij sneller aan de overkant bent dan je klasgenoten?
Ga dan naar schaatsen.nl/ijstijd en kijk voor de allerleukste oefeningen.